Zo, dan doe ik mijn microfoontje aan ook. Dan kunt u me horen ook.
Want ik was het weer bijna vergeten om de microfoontjes aan te doen. Maar het komt ook wel met z'n drieën zijn. Normaal heb je een hele ploeg met een geluidsman, met een lichtman, met dit man. En wij doen het met z'n drieën. Met Mark Vervliet, Tammy Vergeest en ik ben Paul Hane. En wat fijn dat jullie kijken, waar dan ook, in Nederland, maar ook over in de rest van de wereld, alle Nederlanders. Ja, land, ter zee en in de lucht. Precies, niet alleen de Nederlanders voornamelijk natuurlijk, hoor, die kijken. En de meeste mensen die kijken niet rechtstreeks, want die kunnen niet rechtstreeks, of die slapen er nog, als je dus, zeg maar, in India... Ja, dat is het later weer. Kijk, hier moet je eens kijken alsof het ook een klok is, hè, met de klok mee. Dus het is later, het is dan eerder. Ja. Dus hier is dat, hier is het dan 3 uur, dus dat is later. En hier is dan 9 uur 's morgens, moet je denken. Maar het kan ook denken dat het 9 uur 's avonds is. Maar zo moet je niet denken. Het lijkt wel zijn uit Sesamstraat. In Thailand is het nu... later. In de avond, 10 uur, geloof ik. En in Nieuw-Zeeland is het nacht. Ja, die kunnen niet bellen nu. Interessante discussie meteen al, hè, in deze hectische wereld. In Californië is nog vroeg in de ochtend. Vroeger en later. Heel vroeg in de ochtend. In Sesamstraat had je ook hoger en lager. Ik weet nog wel dat ik als Grover... Grover is dan liftboy. En dan gaan de mensen de lift in. En dan zegt hij, we gaan nu omhoog. En dan gaan ze allemaal omhoog. Dan leren de kinderen wat omhoog is. En nu gaan we weer omlaag. En dan gaat het er weer omlaag. Heel simpel. Zo gaat dat, heel simpel. Ja, en dan kijk je naar beneden, Sesamstraat. Daar naartoe is omlaag en daar naartoe is omhoog. Ja, en zo is het rechts en voor jullie links. En zo is het links en voor jullie rechts. Maar Sesamstraat moet terugkomen ook weer. Hè? Er moeten ook weer eens nieuwe acties gevoerd worden dat Sesamstraat terugkomt. In deze uitzending gaan we terugkomen op de onthulling van het Holocaust namenmonument. We gaan in gesprek met Jeroen Kerbé. Die was gisteren heel duidelijk aangeslagen. Ceremoniemeester, maar ook... heel erg betrokken, dus daar gaan we mee praten. Maar we hebben het ook over de nieuwe TCV. Ja, bij ons gaat het van het ene uiterste naar het andere uiterste. In Frankrijk komt dus een nieuwe TCV. En daar ben je ook wel benieuwd naar. Hè? De TCV M. Ja. En die is vrijdag jongstleden. We hebben een berichtje uit een Franse krant. Is hij gelanceerd op het Gare de Lyon door president Macron persoonlijk. Ja. De aftrap gegeven en toen is ook aangekondigd dat er nieuwe trajecten komen. Er komen nieuwe trajecten en in Frankrijk gaan ze gewoon door. Ze hebben wel heel veel trajecten, zoals in Spanje hebben ze ook heel veel trajecten. In Nederland hebben we maar 1 trajectje en zijn ze, ik geloof, al 50 jaar aan het praten over de Zuiderzeelijn. En dan zou die er wel komen, dan zou die er weer niet komen. En met dit kabinet, wat er ook maar niet komt, zal die hogesnelheidslijn naar Groningen ook waarschijnlijk wel niet komen. Met dit demissionaire kabinet en het nieuwe kabinet dat er niet komt inderdaad. Ja, en wat ik ook dacht, want die Remkes die had gezegd, we komen er dit weekend uit... En we blijven allemaal slapen, dus je hebt allemaal beelden al van Sigrid Kaag, die als enige vrouw daar... De mannen van zich af moest houden. Ja, en dat er steeds op haar deur 's nachts geklopt wordt. Slaap je al, Sigje? En dat ze dan... Sigje beest. Dat ze dan niet open doet. Maar ze voelde die dreiging, dus ze is 's avonds weggegaan al, denk ik. Het is thuis gaan slapen. Ja, ze zag die hitsige blik van Mark... En toen dachten we, dat kan ik niet aan, Mark Rutte hoor. En dat van, Wopke Hoekstra. Ja, Wopke vooral. In dit idiote t-shirt wat hij aan had, was toch wel slagen absurd. Ja, heel kinderlijk. In een van de kanten, als een soort jongetje dat met zijn ouders op vakantie mocht. Ja. Dat oude jongetje. Maar ook merkkleding zo prominent, super dry. En Mark Rutte met zo'n groot polopaard, een gigantisch polopaard. Ja. En allebei hadden ze een getal aan de zijkant van hun shirt. De ene 38, de andere 26, zoiets. Oh, dat is wel over nagedacht. Kinderachtig. Over nagedacht. Maar zoveel slagen, kinderachtig. Moeken. Spencertje. Ja, zo'n Belgische moeken. Vreselijk. En de haren ook slordig in En dan hoop je gewoon dat er nooit een kabinet komt met die mensen eigenlijk. Proost. Proost. Dan proost. Bijna een slok. Op het nieuwe kabinet. Ja. Nou. Vreselijk. Het is zoals ze eruit zagen en zo egocentrisch en zo kinderachtig als ze allemaal zijn.
Maar ik dacht wel, ze hebben, er is ook geen conclusie gekomen, ook omdat Remkes dat per se wilde. En dat gunt Mark Rutte Remkes weer niet, want je merkt dat Mark Rutte meteen alweer het hoogste woord had. Terwijl ik, Mark Rutte is ook natuurlijk heel dapper en houdt ook wel vol. Want bij de Holocaust onthulling van het monument was hij ook alweer aanwezig. En ik denk dat ze daarom ook geen conclusie getrokken hadden. Want als ze er wel uitgekomen waren, dan was het ten koste gegaan van het monument. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Dat ze daarmee en dat is veel belangrijker natuurlijk. En bovendien komen dus de Prinsjesdag komt eraan. Ja. Ik denk dat ze een lange akkoord hebben, maar dat ze er nog niet mee naar buiten komen. Nou ja, kan ook. Maar het is jammer dat ze zo verslagen kinderachtig zijn. En het is ook wel het ontzettende ondergang van die spindokters en van Mark Rutte en van vooral van het CDA. Weerzinwekkend. Maar dat zijn vrouw van Wopke, dat die ook niet zegt, maar schat, dit kan je toch niet aandoen. Je staat volkomen voor lul. En het CDA, dat is al zo beroerd aan toe. Toch idioot. Dat vind je van niet. Ja. Ja, jij vindt het helemaal niet zo erg, nou, volgens mij. Nee, maar het ene keer zeg je het kabinet, en dan de ene keer zeg je dat Rutte wel een goede man is, en dan zegt het kabinet, komt er wel, dan zeg je, ja, dat komt nooit het kabinet. We hopen dat we allemaal aan verwarring onderheven. Dat je hoopt niet dat deze mensen, dat die met die gedachten, of met die, dat die de totale ijdelheid, dat die dat... Verdeel en heers. Nou. Hakt er ook in. Wie doen er allemaal mee? Wie kijkt allemaal? Willem Bouwmeester is er. Yvonne Ruijs, Femke Kwartvas, Helene Smit, Roy Sebastian, Egbert Kobus uit Banjoles, Anne Fleur. Ja, maar dat zijn allemaal mensen die nu kijken, die nu rechtstreeks kijken. Maar de duizenden mensen die later kijken, die denken dan, we worden helemaal niet genoemd. Dus het heeft helemaal geen zin om die allemaal te noemen. Ja. Maar wel kunnen mensen misschien reageren op een onderwerp? Ja, iemand zegt wel, er zijn grotere problemen dan de kledingkeuze van deze mannen. Zegt men. Dat ja, is maar het zegt groot, heel veel. Maar het is wel. Het gaat ook om het beeld wat ze schetsen. Ja, het zegt heel veel dat ze zin hebben om weerzinwekkende kleren aan te trekken. Dat zegt heel veel over de mensen. Dat ze niet in hun gewone kleren gaan. Ze suggereren dat ze gewoon in vrije tijdskleren wat ze normaal aan hebben. Dat is helemaal niet waar. Nee, ze kiezen echt voor idiote kleding in de hoop dat de mensen denken van, nou, die Wopke, wat ziet die er leuk uit. Het is Wopke toch een fijne peer, zeg. Hè? En dan Mark dan. En Kaag, die kan ook heel normaal doen. Maar Boudewijn zegt, het is terecht nu, het gaat weer over de beeldvorming en over de inhoud. Nee, maar dat zijn wij niet schuldig aan. Wij signaleren het beeld. Wij signaleren dat. En we gaan ook bellen met Mark van Koperen in Edinburgh, Schotland. We hebben een hele leuke uitzending. De situatie daar is. Het was in de krant dat in Engeland, dus waarschijnlijk ook in Schotland, de kilo weer wordt afgeschaft. Ze gaan weer over op het ouderwetse Engelse maatsysteem. Oh, dat is leuk. Pints. Ja, dat werd altijd nog steeds gebruikt, maar dus de liter gaat verdwijnen als officiële mate. Of het werd ook deels naast elkaar gebruikt. Ja. Dus het metrieke stelsel gaat er nou weer uit. Oh ja. Dat is puur reactionair gedrag, vind ik, want het is veel praktischer, het metrieke stelsel. En ze hebben Frankrijk gepest, hè, door de deal met Australië en Amerika. We gaan ook bellen met dokter Jordi. Jordi. We gaan bellen met Jan Douma. Die allemaal FaceTime, hè. Dus wat je bij het journaal niet hebt, daar hebben ze steeds meer een fotootje en radio. Maar eigenlijk kunnen ze het hele journaal kunnen ze wel met fotootjes gaan doen, volgens mij. Maar dat doen wij niet. Wij doen het wel met beeld. En we gaan dus Jan Douma bellen. Die is alweer inmiddels weer geland. De SpaceX shuttle. Die is voor mij woensdagavond gelanceerd. Daar heeft hij een filmpje van gemaakt. Terwijl hij in Disneyland in Orlando was. En we gaan met hem bellen. Want hij is nu weer in Disneyland Orlando. Ja. En die SpaceX shuttle is alweer geland. En de mensen zijn allemaal gezond uitgekomen. Maar ze gaan met Jan Douma bellen. En er waren gewoon weer toeristen? Ja. Oh, nou. In Disneyland. Nee, toeristen in die SpaceX ding. Dat waren geen astronauten op missie. Nee, dat waren mij vier willekeurige mensen. Oh, ja, nou niet willekeurig. Ja. Wat doet u vanmiddag, mevrouw? Heb u even tijd? Doet u maar dit pak aan. Nou, een paar kranten. Op de voorpagina ook het monument van Daniel Liebeskind. Liebeskind. Op de meeste
Ja, dit staat dan wel weer aan controle. Coronapas in horeca echt nodig. En deze foto. Maar dit is dan van het monument. Femke Halsema, die zegt van, nou, we gaan het niet controleren ook, hoor. Die coronapas, dat gaan we niet controleren. Dat is helemaal niet nodig. Dat is natuurlijk het stomme, want je kunt wel denken, we gaan het niet controleren of we kunnen het niet controleren. In Frankrijk word je altijd gecontroleerd. We zijn toch weer een paar keer naar Parijs op en neer gegaan. En dan word je op het terrasje. Moet je gewoon even controleren. En de ober doet het gewoon heel. Ja. Eerst geeft hij het bier en dan even controle. De ene keer als je de bestelling opneemt, de andere keer als je bestelling brengt. Gewoon maar heel soepel en geen enkel makkelijk. Probleem. Ja, hoef je helemaal geen extra mensen voor te hebben. Die paniek ook. Ja, maar dat wordt heel erg. Dat is helemaal niet waar. Dus eventueel, als het er niet altijd voorkomt, is prima. Maar niet bijvoorbeeld al gaan zeggen, we gaan het controleren. Nee. Wat zei die? En bij Gare du Nord word je af en toe wel gecontroleerd en af en toe niet. En zo moet je het ook zeggen. Je moet wel zeggen, je voert die coronapas in, dus er kan controle komen. En als er dan geen controle is, nou, dan is er geen controle. Maar je gaat niet als burgemeester van tevoren al zeggen van, nou, die controle die doen we toch niet. Alsof je een kilometerbeperking invoert. Je mag in plaats van 120, mag je nog maar 100. Maar we gaan niet controleren. Ja. Dat is stom, toch? Je weet best heel stom. Dat je heel vaak niet gecontroleerd wordt, maar het is wel een... Dus dat hebben we... De wet. Dat is daarvoor. En ook Volkskrant ook op de voorpagina. Ik zal even laten zien welke kranten het op de voorpagina hebben. Het namenmonument. Dus ook Telegraaf ook op de voorpagina, het namenmonument. Maar dat Algemeen Dagblad, helemaal niks. Wel stunt, maar dat is Feyenoord... Koeman moet winnen, verlossende dartszegen, grote ergernis vliegtuigherrie, een keer praten zonder maatpak, prijs van energie, maar niks over... Ook niet op pagina? Ja, wel in de krant. Ja. En Trouw zou het helemaal verwachten, maar Remkes niet optimistisch naar hij-sessie. Ja, maar dat is allemaal spel. Laat Willem-Alexander en Maxima op een gouden tandem door Den Haag fietsen. Dan denk je van, nou, Willem-Alexander, het zal daarover gaan. Nee, ook niet. Puinhoop op Prinsjesdag. Feyenoord pijnigt PSV, maar niet op de voorpagina. Oh, ik dacht dat het wel pagina 3. Ja, dat wel. Het AD ook steeds minder worden qua krant. Steeds sensationeler, meer wat de Telegraaf is. Eigenlijk, ja, dat zien ze altijd als een grote concurrent. Kijk, dan hebben we de Franse krant. Dat is van zaterdag. La Provence. En dan heb je hier de nieuwe TGV. Dat is de TGVM. Maar, en die Ram. Ram? Ram heet die toch? De trein? Nee, zo heet de jongen die... Randy. Randy? Toch? Ja. Nee, en die Ram, ik zeg het goed. Die heeft foto's van haar. Andy heet die Ram, dacht ik dat je dat zei. Elke Ram. Nee. Ja. En nog even over... Dus Trouw heeft het op pagina 9 staan. Dat vind ik veel te... het had op pagina 2 moeten staan dan. Maar wat ik ervan gezien heb, ik vond het een indrukwekkende bijeenkomst. Parool heeft als enige niet de koning op de foto staan, maar twee mensen die gedenken. Ja, dat is ook belangrijk. Dat is belangrijker eigenlijk. Ja, het gaat niet om de koning. Maar en die Ram, die is naar de, de inauguratie gegaan, of zeg je dat? Nou, Macron die lanceerde de TGV-M, nieuw project... Dus hij bestaat om 40 jaar, de TGV in Frankrijk. In 81 was de eerste rit. En wanneer zijn wij er voor het eerst mee gegaan? Ook bijna 40 jaar geleden. Schat in 82. Ja, dus toen reed hij nog maar een uur op hoge snelheid tussen Lyon en Parijs. Ja, dan was hij ook rood van kleur. Rood, geel een beetje. We hebben daar ook foto's van, hoe hij vroeger uitzag. En dit was voor ons een hele nieuwe ontdekking, want we wisten helemaal niet van hoge snelheidstreinen af. En we hadden gefietst naar Zuid-Frankrijk en gingen toen met de trein terug. Ja. En ineens... Tussen Lyon en Parijs. Dat was heel spannend. We gingen toen heel snel, 300 kilometer per uur. Ja. En de nieuwe generatie die nu is gelanceerd, die gaat 360 kilometer per uur. 360? Ja. Oh. 320 gaat er nu al. Ja. Deze gaat 360. Nou, zie je. En op de Gare de Lyon in Parijs is een expositie eraan geweest. En... Dan gaan we zo bellen. Wat ook belangrijk is, dat ze ook nieuwe trajecten hebben aangekondigd. Nieuwe hoge snelheidslijnen, zeg maar. Ik ga dat ook even laten zien.
Misschien kun jij de filmcamera dan hanteren. In Frankrijk dan kan ik, gaan ze dus de ga lijn ik het tonen. Tussen Bordeaux en Toulouse. Iets draaien de kaart, want anders dan moeten we wel... Ja, oh, zo ja. Bordeaux. Daar. Bordeaux, Toulouse. Onderaan de Gironde. Hier, hè. Dus, ja, Bordeaux. Kijk, hier gaat hij al zo. Dan ga ik hem zo doortrekken. Naar Toulouse. Zo naar Toulouse. Weet je waar Toulouse ligt? Ja. Hier, dacht ik. Oh, daar waar? Hier, toch? Oh, nee, ik kijk verkeerd. Ja. Oh, nee, ze kijkt goed. Ja, maar ik... Waar is ja, nee, naar Toulouse. Dat is wel interessant, hè? Daar gaat het wel recht, natuurlijk. En dan gaat hij van Perpignan... Nee, van Montpellier... naar Perpignan. En Montpellier ligt hier. Hier. En dan gaat de... Kijk, deze heb je al. Maar dan gaat hij eigenlijk van Nîmes... gaat hij zo door naar Perpignan. Ja, Parijs en Montpellier heb je al. Kijk, zo zie je. Zo en dan sluit hij aan op het traject... naar Barcelona en van Barcelona. Ja, want die gaat, gaat zo Barcelona en dan kan je ook zo, dus zo, gewoon zo naar Madrid gaan en ook zo naar Malaga. En ook van Marseille naar Nice. Van Marseille naar Nice, kijk. En dan niet heb je hier kust. Avion, dit heb je al zo. Kijk, Marseille heb je dan zo. En dan gaat hij zo, bam, naar Nice. Halleluja. Kijk, en dan later, wat wij dus willen eigenlijk en wat nog niet gebeurt... dat je deze krijgt, zo, hoge snelheidstrein naar Groningen... en dan zo door naar Bremen en Hamburg. En dan naar Kopenhagen. Ja. En Stockholm. Maar wanneer gebeurt dat? Dat is de vraag. Nou, als ik me even in orde wil maken. En we hebben foto's, hè, van... van die onthulling van de TGV-M. Dus ook met nou, oude... niet de onthulling, maar wel de TGV-M zelf. Deze. Nee, deze niet. Deze hebben we gestuurd gekregen. Ja, een hele serie. Aantal. Ja, moet ik die niet laten zien dan? Ja, maar dan komen we vanzelf wel bij degene... ja, maar dan laat ik de hele serie zien, toch? Ja, heel snel. Dan zeg ik wel... Ja, wel, precies. Maar dan start ik weer dezelfde foto. En die linker is dus de oude. Dit is de oude, dus die oranje. Oh ja. En dat is deze. Ja. Dan ga ik er heel snel doorheen. Ja, heel snel doorheen. Deze tjak, ook. Tjak, 380. Want hij houdt echt van de oude TGV ook. En jij niet? Hebben we ook, nou, ik vind die nieuwe wel dat leuk. Dit is die nu rijdt? Ja, en dan dat, is, dat nog, is de goedkope trein. Oh, de goedkope trein. En die zie je ze samen dan. 380. Deze. En dan deze. Het is dan die expositie. 16. Dit is de neus van de... Het lijkt een beetje op de Talgo, de neus van de Talgo, de Spaanse hogesnelheidstrein. Ja. En hebben we er nog eentje van? Oh, nee, dat is de TGV Lyria, die dus van Frankrijk naar Zwitserland gaat. Oh ja, dus ook met eten is dat dan. Oh ja, dit is de cockpit, zeg maar. Cabine. De bok. Cabine. Ja, maar je noemde hem ook vroeger de bok. Oh ja. Ik. De bok. Nou. Ja, ik ben even de kranten, want mensen klagen altijd zo kort... de kranten, ja. Een aantal kranten besteden. In Trouw van vandaag staat dat de diëtisten gaan de schijf van 5 te lijf, want die is eigenlijk te traditioneel. Een groep diëtisten opent aanval op het voedingscentrum. Dat moet de schijf van 5 verduurzamen, vinden zij. En ze ontwierp alvast een alternatief. En dat betekent dat je dus de schijf van 5 grotendeels uit groente en fruit bestaat. Ja. Voor een kleiner deel uit zetmeel. Voor een kleiner deel uit eiwit. En voor een nog kleiner deel uit vet. Maar het is een alternatieve schijf. Zonder vlees. En zonder vis. Nou, vis zal een beetje... En melk. Nee, voor mij is het allemaal veganistisch. Vegetarisch, zeg maar, veganistisch zelfs, denk ik. Maar ik zie geen melkproducten. Nee, dat gaat niet goed te zijn. We hebben het tegenwoordig altijd over het ketonische dieet. Dat schijnt ook heel goed te zijn. Als je wil vermagen, heb je het ketonische dieet. Oh, en hoe weet je dat het goed is dan? Nou, het staat in de krant. Het wil niet zeggen dat het goed is. Nee, je moet altijd mee uitkijken met dingen aan te bevelen ook. Nou, en de mensen die op dit moment kijken, dat is natuurlijk ontzettend leuk ook hoor. Dat zijn de meest trouwe kijkers, maar die ook kunnen... kijken, want anders dan denken mensen weer van ja, ik ben zo negatief over de mensen die nu kijken. Maar ik wil alleen zeggen, de meeste mensen die kijken dus later en die horen er ook bij. Ja. Trouw ook een stuk over de Gouden Koets, of de Gouden Koets op de lijst met historische vergissingen hoort.
Maar waarom zou het een historisch vergissing zijn? Omdat er slaven opstaan. Ja, dat vind ik ook een beetje onzin. Maar toch zeggen, een, ja. Misschien is die afbeelding, bovendien zijn het afbeeldingen uit een periode. Ja. Ja, Maarten van Rossum schreef nog in het blad Maarten daarover ook, hè? Want jij bent abonnee van Maarten. Ja, van de tijdschrift. Tijdschrift. Nou, over de cancelcultuur ook onder andere. Dat niet. Ja. Dat je dingen in de context van destijds moet zien. Dat je niet met de bril van nu kan gaan kijken naar situaties in de 19e eeuw, 18e eeuw, 17e eeuw. Nee. Ik had een leuke oplossing voor de Gouden Koets. Ik dacht, als het nou een goed compromis moet komen, dan kun je misschien de panelen eruit halen. Dan kun je die tentoonstellen. En laat je een kunstenaar van nu, bijvoorbeeld die kunstenaar die leuke stenen heeft gemaakt in de Tweede Kamer, daar laat je daar panelen voor maken voor de Gouden Koets. Nieuwe panelen. Dus of met modern verhaal weer, met grafisch iets, of met beeldschermen, dat het allemaal beweegt. Ja. Dus dat hou je wel die koets, want die koets is een heel grappig ding. Ja, eigenlijk slaat het ook allemaal nergens op. Maar dan is het probleem opgelost. Ja, of je maakt het abstract, zoals in de ampierstijl in de 18e eeuwse kamers. Ook allemaal met krulletjes en belletjes, maar vinden er geen afbeeldingen. Kan je ook doen. Ja, of je maakt gewoon een hele nieuwe koets dan met een nieuw koningspaar. Maar van goud wel. Nee, hoeft dan ook niet van goud. Je kan ook gewoon. Maar bovendien, je weet dat er altijd een gigantische discussie over komt. Dus misschien moet je ook plaatsen als het is. Ja, vind ik ook. En één keer in per jaar is het ook wel leuk. Tijd moet ook wel eens gebruikt worden. Het is toch ook leuk als je dan zo'n gouden koets ziet met slaven. Dat je denkt, oh ja, toen dachten we zo daarover. Wat grappig. Je gaat toch helemaal niet dan nu emotioneel doen. Oh, wat erg. Dan ben je toch niet goed bij je hoofd. Je weet dat het gebeurd is. Ja. En volgende week zijn in Duitsland verkiezingen. Zondag. En volgende week zondag. Wordt heel spannend. In Canada zijn nu verkiezingen vandaag. En dan gaat het erom of het een links van het midden regering wordt van Trudeau. Die weer herverkozen worden. Of het hier rechts van het midden komt. Dus echt zijn de verschillen niet zo groot. Maar het zijn toch wel belangrijke verkiezingen waar het cent komt te liggen. En hebben we dan nog contact met onze correspondent in Canada, Menno? Ik heb Menno Plukker gemaild, maar ik kwam net uit, Rome geloof ik, ik kwam net thuis. Oh. En hij was doodmoe en hij wilde graag een andere keer. Morgen, maar morgen hebben we geen uitzending. Nee. Anders hebben we volgende week met hem contact. En zijn er nog fijne reacties? Ja, iemand feliciteerde je dat het plekje bijna weg was. Oh ja. Ja, het was Soest voor mij. Ja, ik zal eens met die dermatoloog ook praten. Dat is toch wel handig dat je dat zo, dat in 10 dagen eigenlijk min of meer, hier nog een klein beetje. Dan heb ik me wel weer echt gewond. Dan ben ik hier weer, tenminste gewond. Dat is omdat ik bloedverdunners gebruik vanwege hartfalen. Heb je dan, als je even, ik had me ergens in een spijker van een stoel, maar echt hele lichte aanraking. En dan krijg ik meteen een hele grote vlek. Maar ja. En er zijn dus ergere dingen, laat ik het zo zeggen. Algemeen Dagblad, hilariteit, dat hebben we al behandeld eigenlijk. Hilariteit rond kledingkeuze politiek leiders. Net of Wopke Hoekstra naast zijn ouders zit. Oh. Ja, dus die foto is wel leuk. Deze foto. Ja, je ziet hem als een soort. Ja. Als een jongetje echt zo is, trots. Kijk eens dat ik leuke kleren ik aan heb. En dan zie je de kaag een beetje moedelijk kijken. Oh, je ziet die getallen waar ik net over had. Kijk, Rutte heeft hier 28. En bij Rutte zie je een 3. En er zit nog een getal naast. Een soort uniformen. Ja, kinderachtig, hè? Het is ook wel echt. Dat hij ook. Maar hij wil ook steeds het kind spelen. Dat hij wil dat image hebben van of de jongen, met het schaatsen en met ondeugend. Dat is bespottelijk. En de biljetten van 500 euro moeten in de ban. Die worden ook niet meer uitgegeven, dacht ik. Althans, ze zijn wel een omloop en ze blijven wel natuurlijk geldig. Maar in zijn wetsvoorstel komt er volgens mij dat je contante betalingen boven de 5000 niet meer toegestaan worden. Ja, maar wie, dit is een misdaad, hè? De onderwereld. Ja, om een witwasserij te voorkomen. Met wie betaalt. En denk dat vooral een tweedehands autohandel. Er werd altijd contant betaald. Dat zijn altijd al die koopman, altijd een hele bundel met geld. Komen ze, halen ze uit hun jas. Ja. En toen wil ik altijd zeggen dat de oplichters zijn. Maar het was natuurlijk wel een beetje loesje altijd. Ik ga dan Jordi bellen, toch? Ja. Een van onze doktoren, eigenlijk een van onze troostdoktoren.
Jordi Jurgens. En La Palma is een vulkaan uitgebarsten. Ja, niet te verwarren met Las Palmas. Volgens mij heeft hij wel opgepakt, maar zie ik niks. En horen we niks. En we horen ook niks. Dan drukken we weer even weg en dan bellen we weer. Zullen we het nog een keer doen? Even kijken hoor. Of dat dan nu gaat. Ja, nou gaat het wel. Hallo. Hallo. Zo. Hoe is het? Ja, goed. En met jou? Ja, ook. Ik heb lekker dagje vrij. Oh, en heb je, want je werkt bij de eerste hulp. Ja. In Purmerend. In Purmerend, hè. En in Hoorn. En in Hoorn. Mm-hmm. Wij staan trouwens, komen in de Purmerijn 7 oktober in het theater. Zal ik alle verpleegkundigen meenemen? Ja, leuk. Ja, het is jammer dat we geen korting kunnen geven, want er zijn geen eigenaar van het theater, anders hadden we het wel gedaan. Maar hoe is de drukte nu? Gaat het nu? Heb je het wel onder controle, zeg maar? Ja, we hebben het helemaal onder controle. Het is corona, I don't know where. Nee, je ziet er bijna, ik zie al weken, vingers of afkloppen, maar al weken geen coronapatiënten. Oh. Ja, en ga je... dat is heel, heel fijn. Je gaat ze niet missen. Nee. Ook. Ik ga naar die mensen, vind ik natuurlijk heel leuk. Maar ik ga die pakken en maskers en dat zweten ga ik niet missen, nee. Nee, maar wat fantastisch om dat gewoon uit de eerste hand te horen. Dat het wat jou het betreft... Het gaat beter. Ja, dat het een beetje voorbij is. Ja, nee, het gaat echt goed. Ik hoor natuurlijk ook wel dat mensen besmet zijn, maar dan worden ze niet ziek. En dan ben je aan een snotneus, maar dan kom je niet in het ziekenhuis. En je hebt natuurlijk altijd een aantal uitzonderingen. Die mensen, maar die waren vaak ook al wel zwakke gezondheid. Of gewoon heel gevoelig voor het virus. Maar dat zijn echte uitzonderingen. Dus wij hebben het heel rustig. En eigenlijk gewoon weer met de normale dingen waar we mee bezig zijn. Ja, want wat heb je gisteren bijvoorbeeld gedaan? Gisteren was het best wel druk, want dan is het natuurlijk weekend en lekker weer. Dus dan gaan mensen fietsen en dan vallen ze. Nou, dat soort dingen. En dan breken ze dingen? Breken een heup of een arm of met voetbal krijg ze een bal op een vinger. Dat soort dingen. Natuurlijk ook wel gewoon mensen die pijn hebben van... ik had ook een meisje dat een niersteen, dat heel veel pijn had. En, nou ja, dat soort dingen. Ja, maar dat is voor... Maar dat is voor jou gewoon het normale werk. Ja, back to business, ja. Ja. Nee, het is gewoon wat we normaal doen. Ja, wat ik ook leuk vind. Want wat doe je dan bijvoorbeeld als zo'n meisje pijn heeft van nierstenen en aan het gillen is? Wat doe je dan? Je hebt een heel palet aan pijnstilling. Dus ik zeg altijd, nou, ik kan dit geven of dat geven. En dan vaak bouwen we het op. Dus paracetamol is ook altijd een goede... Maar dan geef je daarna soms iets anders, diclofenac of soms zelfs morfine. En ik zeg altijd dat ze niet zo hard moeten schreeuwen. Oh, dat wel. Ja, dat wel. Dat heb ik altijd wel. Want wie schreeuwen het hardst eigenlijk? Zijn het de meisjes of de mannen of de vrouwen? De mannen. Nee, de mannen die komen echt gillend binnen. Ja? Ja. Die zeggen ook altijd, dat is leuk, want ik weet ook niet hoe het voelt, maar die zeggen altijd, het is zwaarder dan een bevalling. Ja, als het een niersteen is. Terwijl ze dat niet weten. Dat weet ze helemaal niet. Dus denk ik, ja, ik weet het ook niet. Maar je ziet er pijnlijk uit en dan geef je altijd wel extra morfine. Maar echt stoere mannen die gillen dan? Ja, eigenlijk is het zo dat iedereen die zegt, ik heb een hoge pijngrens. Dat is altijd een beetje dat het niet zo is. Oh. Ik heb ook geen hoge pijngrens. Ik heb een lage pijngrens. Ik heb heel snel pijn. Ja. Ja. En die mannen die willen eigenlijk suggereren van, ja, ik heb nooit pijn. Ik ben wel eens onder een auto gekomen, maar dat maakt allemaal niet uit. Maar nu is het wel heel erg. Nu is het echt heel erg. En dan zeggen ze ook, ik zou normaal nooit naar de dokter gaan, want ik heb een hoge pijngrens. Ja, zo gaat dat. En denk ik, ik ken het wiel. Het is hetzelfde als wil je een bonnetje erbij bij de Albert Heijn en dat je dan zegt, nee, hou maar zelf. En dat die cashier denkt, die grap maakt iedereen 3 keer per dag. Nou, dat is ook voor mij. Ja, ja. En jij kent je Pappenheimers. En heb je ook wel mannen
die dus wel flink zijn en geen geluid maken, terwijl je ziet dat het wel heel erg is. Oh ja, nee, natuurlijk. Ik bedoel, er zitten ook mensen, iedereen die daar is, die heeft ook een reden. Als je nou je arm hebt gebroken, ja, dan moet je natuurlijk gewoon geholpen worden. Dat kan natuurlijk heel veel pijn doen. Dus ja, en sommige mensen, je hebt dan, dat heet dan ook met triage heeft dat te maken. Dus mensen die gewoon nog kunnen praten en kunnen lopen, die zijn over het algemeen minder erg gewond of ziek dan de mensen die niks meer zeggen. Oh. Dus ja. Dan heb je wel, dan weet je het ook wel. Als iemand heel stil is, dan moet je toch altijd even kijken. Als een baby niet meer huilt als je hem aanraakt, want ik ben natuurlijk een vreemd iemand in een witte jas, dan moet je altijd denken, wat is er aan de hand? Ja, ja. Dus als een baby keihard gaat huilen, als ze jou ziet, dan denk je, oh, dit zit goed. Ja, dan krijg je in ieder geval genoeg lucht in zijn longen. Ja. Nou, wat een fijn vak heb je dan. Ja, eigenlijk wel makkelijk. En je veel mensenkennis doe je dus op? Ja, van pijn vooral. Ja. En wat is jullie inschatting eigenlijk in het ziekenhuis met de corona? Want je krijgt nu de coronapas eigenlijk. En ja. Het aantal besmettingen is nog wel hoog. En er kan een nieuwe golf komen, misschien een vierde golf. Wat is jullie inschatting? Gaat het goed nu eigenlijk met de coronapas en met het vaccineren? Nou, vaccineren gaat natuurlijk goed. Alleen er zijn natuurlijk iets van 1,5 miljoen mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Deels omdat ze gewoon niet gereageerd hebben, maar deels ook bewust. En om daarop inhakend, je ziet dat de mensen die op de intensive care liggen, zijn over het algemeen 50'ers, 60'ers, die dus al lang en breed gevaccineerd hadden kunnen zijn. Maar dat weigerden of gewoon niet begrepen. En die worden dan, en nogmaals, je kan ook gewoon ziek worden en snotneus hebben. Maar het merendeel van de mensen dat op de IC ligt, is niet gevaccineerd. Nee. En dat geeft is wel een deuk, geeft dat aan onze moraal. Want waarom moeten we dan helemaal zelf optuigen in zo'n park, in een isolatiekamer, je zweetje rot, voor mensen die zeggen, sommige mensen zeggen tot hun laatste snik, zeggen ze, dit is gewoon een griep. Ja. En dan denk je, jeetje, ja, wat erg dat je met een leugen ook nog eens doodgaat. Vind ik heel heftig. En die verpleegkundigen die zeggen dat ook allemaal. Dus er is best wel een leegloop in personeel. En dat is denk ik waar we dan ons een beetje zorgen om moeten maken. Is dat mensen weggaan. Dat ze zeggen, ik wil gewoon niet dit werk doen. Het werk is geweldig, maar niet met deze mensen. Oh. Deze patiënten. En dan krijg je dus dat aantal IC-bedden. Dat kunnen we dan wel op gaan hogen, maar er is gewoon geen personeel. Nee. Ter illustratie, mijn ziekenhuis is aan het uitbreiden. Als in gewoon ruimte erbij. Maar een vriend van mij die werkt op de IC. En die zegt, ja wat grappig, krijgen we er 2 bedden bij. Maar we draaien nu al op 8 of 9. Van de 15. Oh. Dus dan krijgen we er nu 17. Maar ja, waarom? Voor wie dan? Voor welk personeel? Ja, maar ik vind dat ook wel schokkend eigenlijk. Dat het personeel afhaakt vanwege de mensen die zich niet hebben laten vaccineren. En wel ziek worden. En dan ontkennen dat ze COVID hebben. Maar dat ze gewoon een normaal griepje doodgaan. Ja, dat lijkt me dan heel heftig. Ja. Ja, maar aan de ene kant ook wel logisch. Want je wil natuurlijk niet als stervende je ongelijk erkennen. Nee, tuurlijk. Dat is ook zo. En wij gaan natuurlijk ook niet daarheen van je krijgt je eten niet als je niet zegt dat je corona hebt. Dat je best wel gaan, we laten het gewoon los. We willen je gewoon goed helpen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het is gewoon heel heftig. En het is ook vooral de discussies in het begin heel erg van waarom heb je niet laten vaccineren? Wij zijn natuurlijk best wel. Wij confronteren je er wel eens mee van, ben je gevaccineerd? De eerste vraag die we stellen aan je, niet van hoe heet je, ben je gevaccineerd? 2 keer, 1 keer. En dan kiezen we al meteen welke afdeling je gaat. Zeg maar, of je op de spoedeisende hulp of je in een isolatiekamer moet en getest moet worden of niet. En dat kan me voorstellen, als je zo tegen bent, tegen corona. En tegen het idee van een isolatie en zo, dat je dan al gefrustreerd raakt. Ik had bijvoorbeeld eergisteren had ik een man die had iets gewoon in zijn keel vastzitten. En toen zat ik op een werk op een computer iets verder van hem vandaan. En wij moeten nog steeds ons masker dragen. Het was heel warm, dus ik zat achter een computer en dan mag je hem even laten zakken. Dus ik keek hem omlaag. En die man riep naar me, maskers zijn dodelijk. En ik dacht, dat is van 10 meter afstand. Maar ik wist dat hij tegen mij had. Dus ik zeg, oké, sorry, wat zeg je? En zei hij, dat was ook helemaal niet mijn patiënt nog. Zei hij, ja, Bill Gates, die wil de bevolking. En daar kreeg ik een heel verhaal van allemaal bekende mensen. Maar het gekke is,
je ziet allereerst, hij gelooft het echt. En dan denk ik, jeetje, ja, wat heftig. En dan, alles wat je er tegen inbrengt, van nou kijk maar, hè, dat je zegt, nou kom even mee, hier is de intensive care. Al deze mensen hebben corona, als je dat bij wijze van spreken zou doen, dat zou helemaal niet helpen. En dat vond ik ook wel heel indrukwekkend, dat iemand zo van zijn gelijk overtuigd is. Ja. Hij was overigens ook gewoon een risicopatiënt, want hij was gewoon te dik en hij rookte. En hij was dus echt de ideale coronapatiënt. En voor de intensive care, om maar zo te zeggen. Ja. Dus ik dacht alleen maar, oh man, wat erg voor je. Maar ja, hij dacht dat ook voor mij. Daar vonden we elkaar dus ook ergens. Ja. Dat we het allebei heel sneu vonden voor elkaar. Maar dan denk je, zo iemand hoort eerder in een inrichting thuis dan in een ziekenhuis eigenlijk, hè? Ja. Maar had hij uiteindelijk corona? Nee, hij had een aardappel te snel doorgeslikt en bleef hangen in zijn stokdarm. Ja. Ja. Dat kan ook gebeuren. Een rauwe aardappel. Had jij weer kunnen zeggen van nee, het was geen aardappel, het is gewoon corona. Ja, het was de corona. Gewoon, gewoon leugens met leugens beantwoorden. Ja. Maar het is natuurlijk, ik kan me voorstellen, bij de eerste coronagolf, dat jullie vol passie bezig waren met het redden van levens. Eigenlijk. Ja. En ook heel gemotiveerd. En dat je dat nu ook nog doet. Alleen dat je denkt van, maar zij zeggen, ik ben helemaal niet ziek. Terwijl jullie wel weten dat ze ziek zijn. Eigenlijk. Ja. Dat lijkt me haast nog erger dan. Ja. Nou, de passie is er nog steeds. Want ik vind het nog steeds geweldig om een nieuw iemand te zien en uit te zoeken wat iemand heeft. Dan word ik nog steeds, kan ik maar mijn bed bellen, letterlijk. Ja. Aan de andere kant is het ook als een training, want het is gewoon iemand die je, kijk, prima als je niet wilt geloven, maar dan moet ik het over een andere boeg gooien, want ik vind dat je wel recht hebt op de informatie dat het gewoon niet goed gaat. Ja. En als we dan dat ene woord niet gebruiken, dan vind ik het ook prima. Maar als ik gewoon vertel op een andere manier dat er een infectie in je longen is en het met papa of mama slechter gaat en dit zijn dingen die we doen, dan kan je best wel een werkbare situatie creëren. Dus denk ik. Jawel, zo vlieg ik het maar aan. Maar dan moeten ze wel daarin geloven. Of heb je het dan over een patiënt die zegt, ik heb helemaal geen corona, ik heb gewoon een griepje. Ja, nee, dan zeg ik, ja, nou, de griep, dan ga ik gewoon, ik ga ook mee. Ik ga niet de bedweterige dokter uithangen. Nee. Zeg maar, de griep is zo erg, je moet beademd worden, dat soort dingen. Dan vertel ik het op die manier. Weet je, ik schrijf het op in mijn dossier, zoals wat ik zie uit de computeruitslagen. Maar ik ga niet je bed weten. Op je laatste, misschien je laatste uren ga ik je niet vertellen dat ik het beter weet. Nee. Dat is een heel gek idee. Ja, maar het is wel goed, zoals jij het ook opvat, dat het altijd een leerproces is. En dat je ook moet schakelen eigenlijk. En als iemand dit zegt, wat in jouw ogen dus totaal niet klopt en wetenschappelijk ook niet klopt, dat je ook denkt van nou laat maar, ik doe gewoon mijn werk. Ja, nou dat is het misschien. Eerst was het heroïsche van, en wat je ook had, mensen gingen klappen buiten en ik zei het ook van, ik ben dokter. Dat zei ik, en nu schaam ik me er niet voor, maar je zit wel van, je past wel op in wat voor kringen je komt, want er zijn mensen die een duidelijke mening hebben. En daar kan ik wel geïrriteerd van raken, want die zeggen dan, ja, het valt allemaal wel mee. En dan denk ik, ik heb zo'n drukke dag gehad, al die zieke mensen. En dan zegt iemand, ja, dat is acteurs. Ja, dan kan je heel boos worden. Ja. En dan denk ik, ja, maar nu ben ik dat stadium alweer voorbij en denk ik inderdaad, nee, wat jij wil. Maar heb je het ook in je vriendenkring mensen die het ontkennen? Dat het, Ik had op Instagram, dat zijn niet echt vrienden natuurlijk, maar mijn online vrienden, dan werd het wel eens gezegd, ja. Oh. Ja. En die heb je dan ontvriend? Of, ja. Ja. Ja, je hebt geen keus. Terwijl het een hele leuke jongen was. Ja, heel knap. Ja, helaas. Ja, nee, dat moeten ze maar niet zo idioot doen, toch? Nee, precies. Daar komt het eigenlijk op neer. En je blijft dus gewoon het werk doen. Ja, ga gewoon door. Ja, heel goed. Waren er nog vragen bij de chat?
Ik zal het even. Want je hebt altijd mensen die, als ze jou zien, toch met vragen komen. Dat ze, ja. Een spreekuur. Ja, een soort openbaar spreekuur. Even verversen. Ja. Solapoli. Ja, het zou wel leuk zijn eigenlijk. Ja. Dat je ook de vragenstellers in beeld hebt. Eigenlijk. Dami is nog aan het kijken of er reacties zijn. Nee, ze vinden je heel wijs. Oh, ze vinden je heel wijs. Nou ja. Wat legt hij het goed en duidelijk uit. Oh. Nou, en, dank je wel. Maar ook een compliment aan Paul, want Paul geeft je ook de tijd. Oh, ja. Ja, in andere programma's heb je dat niet. Nee, dan moet ik sneller praten. Ja, dan moet je sneller praten en dan krijg je het geheig eigenlijk van de presentator in je nek al, van dat je af moet ronden eigenlijk. Oh. Dat hebben wij niet. We gaan straks ook nog met Jeroen Kerbé praten. Heb je het gisteren nog gezien van het Holocaust? Ik was er gisteren, vandaag. Ik ben er net langs geweest. Oh, je bent er net langs geweest? Ja, oh. Het was heel indrukwekkend. Ik vond het is sowieso heel veel namen, natuurlijk. Meer dan 100.000 namen. En wat ik was er met mijn vriend heen. En die is ook Joods. En ze gingen we kijken. En hij vond het ook heel indrukwekkend dat mensen een steentje neerleggen. En wat ik ook had, en dat vond ik, ik weet nog niet hoe ik het moet zeggen, maar mensen die liepen daar, oudere mensen, die zeggen, heb je het al gezien? Heb je hem al gevonden? Alsof ze op zoek waren naar een familielid. Oh. En die liepen met bloemen en die liepen, het was alsof men, ja, een beetje het eerste schooldaggevoel, dat je niet weet waar je heen moet lopen. Mensen liepen allemaal door elkaar heen. Heel druk. Oh. En dat vond ik heel indrukwekkend. Ik was helemaal ontroerd daardoor. Van, heb je hem al gevonden? Heb je hem al gevonden, zeiden ze dan. En dan gingen ze, zag je ze bij, ergens bij zitten, op de grond gaan zitten bij zo'n steen. Ik kan het echt, het is echt heel mooi en heel indrukwekkend. Oh, en je bent vanmiddag daar geweest? Ja, net. Oh, net. Oh. Ja, ik heb straks Jeroen Kerbé een beeldgesprek mee, mm-hmm. die het gisteren presenteerde. En die ook een prachtige schilderijenserie gemaakt heeft over de ondergang van zijn grootvader, de ondergang van Abraham Reis. Daar hebben we ook een film over gemaakt. Dus, maar wat goed dat je er meteen al naartoe gegaan bent. Want je zag gisteren, zag je de uitzending? Of? Nee, ik zag dat het gebouwd werd. Dus ik vind musea of monumenten, vind ik gewoon, geschiedenis in het algemeen heel interessant. Soms dan ga ik wandelen, ook in mijn buurt. Hier verderop staat een kerk en heb je ook over de Tweede Wereldoorlog dan een plakkaat van twee mensen die daar dus blijkbaar gefusilleerd zijn. En dan ben ik heel benieuwd naar het verhaal. Dus ga ik dat uitzoeken. Ja. Oh. En dit is natuurlijk een heel groot verhaal wat iedereen kent. Maar er werd dan zo'n mooi monument neergezet. Dan wil ik dat ook bezoeken. En dit was dan ook weer heel mooi. Dat je dus ook je ziet ook mensen, je gaat er niet vragen hoe oud ze zijn. Maar je ziet dat ze heel oud zijn en een rolstoel vooruit worden geduwd. En denk ik, oh, die zoeken misschien familie. Ja, goh, maar wat, zo heb ik het nog niet bekeken. Wel dat al die namen genoemd worden. En er werd ook wel gezegd van, ze krijgen eigenlijk hun begraafplaats nu. Maar dat het ook, dat jij nu getuige bent, dat het in de praktijk ook zo is. Dat ze naar mensen zoeken. En dat ze terug zijn gekomen in Amsterdam, waar ze uit weggehaald gegrepen zijn. Gegrepen zijn. Nou, mooi. Nou. En wat ga je straks eten om vrolijk te eindigen? Het is lekker weer en ik wil een vriend eten, dus we gaan couscous maken. Oh ja. Ja. Nou, ik had één vraag, een prozaïsche vraag. Wanneer kunnen we de griepprik halen? Vanaf wanneer? Ik exact de datum weet ik niet, maar het is meestal wanneer de herfst is. Ik denk eind oktober. Vaak, je kan als je een bepaalde leeftijd, volgens mij boven de 65 bent, krijg je volgens mij van je huisarts sowieso een oproep. Ja, ja. En medewerkers van het ziekenhuis kunnen dat, krijgen vaak zo'n, zien ze dat van het ziekenhuis op het intranet, op de internetsite van hun ziekenhuis. Maar je kan altijd je huisarts bellen daarover van wanneer die is. Oh, en hij is gratis. En ik adviseer hem ook inderdaad, want ze verwachten dat er een griepgolf komt, omdat we de anderhalve meter natuurlijk loslaten. Dus, en ik haal hem ook trouwens ieder jaar. Ik heb gewoon geen zin om 2 weken ziek te zijn. Nee, het is heel handig. En wij gaan ook de gordelroos. De gordelroos. De gordelroosprik halen. En heel goed. Dat zie ik ook wel eens. Dat is echt heel pijnlijk. Ja. Echt, en die mensen hebben wel een hoge pijngrens. Oh, dat is heel pijnlijk. Okay. Ja, dat is echt heel pijnlijk. Oh, dan weet ik niet of ik het wat doe. En €200, nee, geloof ik. Nee, oh nee. De injectie niet. De gordelroos is heel pijnlijk. Oh, ik dacht een prik. Nee. Zo'n dikke naald. Oh ja. Oh, dan gaan we die. Ja, maar dat hoorden we van Coutinho. Roel Coutinho. Ja. Die heeft een boek geschreven over vaccins. Heel mooi, heel goed, heel informatief boek.
En die vertelde ook in onze uitzending dat je die gordelroos... En iedereen kan hem halen, dat die prik. Ja, ja, je moet alleen betalen. Oh. Oh, ja. Hij kost €200, geloof ik. De gordelroos, ja. Ja, maar de griepprik kan iedereen halen. Ja, de griepprik kan iedereen halen. Ook als je 20 bent, ik zeg maar iets. Ja, ja. Hoor, iedereen kan hem halen. Zolang de voorraad strekt, hè? Ja. Ja. Wel, ja. En tenslotte, ook mensen vinden het glas en lood achter jou zo mooi. Oh, oh ja. Oh, dat is een mooie, ja. Ja. Maar het lijkt een moderne glas en waar lood. Mensen ook op letten, ja. Ook. Hè? Het was... ik zag weer... Eyes on me. Wat zeg je? Eyes on me. Nee, het glas in lood is inderdaad, dat is in de jaren, is 20 jaar geleden erin gezet door iemand die hier woonde. In de jaren 80 is het hele huis gestript en heel lelijk gemaakt, behalve de toiletdeur, dat was nog glas in lood en dat heeft iemand nagemaakt. Oh, dus ja. dit is niet origineel. Nee, het is modern glas, maar het is wel mooi toch? Ja, ja, heel mooi. En het koffieapparaat achter je? Dat is gewoon espresso-apparaat. Gewoon, maar wel gewoon, met verse koffie, hè? Met bonen, ja, ja. Ja, ja. Nou, dan zijn we helemaal rond. Van, hebben we weer dit en dat en zus en zo besproken. En heel informatief. En ook troostvol. Dus Jordi, ja. Fijn dat je zo goed bezig bent. En dankjewel. Dat je het hoofd boven water weet te houden. En als je wil uiten, dan wij staan ervoor open. Met al onze kijkers over de hele wereld. Dankjewel. Kom graag weer terug. Ja, tot de volgende keer dan. Hè. Tot de volgende keer. Dag. Nou, de goede dokter. Nou, ook wel heel informatief. Maar wat mooi ook dat hij meteen al naar het monument gegaan is. Hij zei, isol me, dus isoleer me. Hij zei, ik begreep dat hij zei, isol me. Oh, ik dacht een naam of zo. Oh, ik dacht dat hij zei... Isoleer maar goed, daar komen we nog eens achter. Dan naar Mark van Kopperen, dat is volgens mij Skype, of niet? Ik wil nog één berichtje uit Telegraaf voorlezen. Dat Sonja Bakker, die heeft, en ze heeft haar plagiaat erkend. Ze zegt ook dat ze leven overhoop ligt. En dat dit haar laatste interview is vandaag in de Telegraaf. Ja, ik had ook wel bij RTL Boulevard, werd ook geïnterviewd. En erkende ze ook wel heel voorzichtig... dat plagiaat had gepleegd. Maar ze hadden ook niet alleen het kookboek was helemaal plagiaat, maar ook de foto's, die werden ook allemaal nagemaakt. Ja, precies. Allemaal dus ingezoomd en ingespiegeld. Ja. Maar meestal die mensen zeggen, dit is mijn laatste interview, die zie je een paar dagen later wederom verschijnen. Dacht ook, Johan Derksen zei ook toch laatst dat hij ging stoppen en toen kwam er een boek uit en nu komt er in januari of februari een talkshow. Ja. Maar die loopt dus precies gelijk met Jinek en loopt precies gelijk met Lubach zijn nieuwe talkshow. Oh, dat ook nog. Dus er komt weer een nieuwe talkshow-oorlog. Ja. En dan zitten we meteen al bij Mark van Kopperen. Toch? Ja. Dag Mark. Hallo Paul. Hallo. We gaan meteen... Dag Mark, dag Tammy. Hallo. We gaan meteen van het een naar het ander in Edinburgh. Edinburgh. En hoe is het met jou? Ja, prima. Gaat hartstikke goed. Oh. Ik had van tevoren al aan Dami gevraagd van waar wil je het over hebben. En het is een beetje net zoals we de vorige keer hadden. Ik heb voor jullie wat dingen opgezocht in de lokale krant. Met betrekking tot corona, de ontwikkelingen hier. En ook met betrekking tot de Schotse onafhankelijkheid. Dat laatste heb ik niet zo heel veel over kunnen vinden. Ik denk, ik weet wel dat ze het niet loslaten. Maar op het moment is daar niet zo heel veel over te doen. Oh, nee. Maar met betrekking tot corona heb ik wel het een en ander kunnen vinden. Ja. Dus een leuk gesprek trouwens met dokter Jordi. Ja, wel leerzaam ook, hè? Ja. Ook zo hoe de mensen corona ontkennen tot hun laatste snik eigenlijk. Hè? Dat ze dan toch nog zeggen, het is toch een gewoon griepje. Dat, ja, hoe eigenwijs mensen kunnen zijn en tegen de wetenschap kunnen zijn. Of met fake wetenschap komen. Maar die mensen die kijken ook. Dat is wel weer het grappige van onze uitzending. Dat de corona-ontkenners, dat we die ook onder ons publiek hebben. Ja, maar ik heb de reacties nauwelijks gemerkt. Oh, dat is wel goed. Maar hoe is het nu bij jullie? Want het gaat nog steeds goed ook. Hè? Zoals in Nederland blijkbaar ook. Nou, vooral dat klopt. De vaccinatie werpt zijn vrucht af, hebben. Ja,
absoluut. Het is wel zo dat er in Edinburgh de laatste maanden wel een hoger aantal van infecties is. Oh ja. En dat heeft ook wel te maken met het feit dat men de regels wat meer losgelaten heeft. Mensen kunnen hier ook wel naar een nachtclub en dat soort zaken. De pas is nog niet ingevoerd, maar daar wordt wel over gesproken. Oh. De minister Nicola Sturgeon is daar wel voor. Ik denk ook dat de algemene houding is een beetje hetzelfde als in Nederland. Je hebt mensen die heel praktisch zijn en je hebt ook mensen die echt de kom tegen de kribben gooien en er gewoon niks van willen weten. En dat schendt de privacyregels, hebben jullie niks mee te maken, maar kan er zelf wel uit. Maar het merendeel van de mensen denkt gewoon ook een beetje logisch na. Ik denk dat dat ook het meest simpele is. Ja. Kijk, ik zelf niet zo nodig uit. Ik denk je moet gewoon ook nog wel een beetje afstand houden. Ik bedoel, ik zou het ook wel heel fijn vinden om mensen gewoon weer te omarmen. En je kan iemand wel even een knuffel geven, maar ik draai wel mijn hoofd weg. Ja. Elkaar niet in het gezicht staat te ademen of per ongeluk moet proesten. Nee. Dat je geeft, mee oppast. Je geeft gewoon met je achterhoofd een knuffel. Glasgow Kiss. Ken je die, Paul? Nee. Nee? Nee. Zit je? Wat is in de ene keer zo een hele harde kopstoot? Oh. De Glasgow Kiss. De Glasgow Kiss. Ik dacht kids, dat je zei kiss. Ja. Oh. Dan ben je meteen buiten Westen. Ja. Wat zeg je? Je hebt ook de Glasgow Smile. En dat is eigenlijk, het is heel naar, maar dat is, je had hier vroeger, misschien is dat nog wel een beetje een soort van messencultuur, zoals dat ze in Nederland graag schieten, zo in Glasgow wordt er vaak met messen gezwaaid en dan krijg je een snee in je lip, zeg maar, niet van de alcohol, maar dus echt van, echt een snee. En dan heb je dus een litteken wat uitloopt en dat noemen ze hier een Glasgow smile, dat is heel naar. Ja. In criminele circuits komt dat wel voor, maar ze zijn erg liefhebbend in Glasgow. Hoor je wel. Ja, dat is toch. Het is misschien ook een reden om een keer naar naartoe te gaan als je spanning zoekt. Ja, dus misschien. En een beetje chagrijnig bent. En Wat betreft corona heb ik in ieder geval wel kunnen vinden. Ik zet mijn bril er even op, want ik heb wat notities gemaakt. Want ik ben misschien wel jullie correspondent uit Edinburgh, maar ik ben geen professional natuurlijk. Nee. Vanaf vandaag zijn de eerste booster vaccinaties, dus de derde vaccinaties, die zijn vandaag voor het eerst worden die gegeven in de zorgcentra, in de verzorgingstehuizen. En dat is in Schotland. Ik weet niet hoe dat zit in Engeland. Dit had vooral betrekking op Schotland. En vanaf morgen kunnen de zorgmedewerkers, dus van de nationale zorgorganisatie, de NHS, en thuishulpen en thuiszorgen, die kunnen vanaf morgen hun derde prik krijgen. Als ze dat willen, dan moeten ze een afspraak voor maken. Het is bij de NHS niet verplicht in de ziekenhuizen. De mensen van over de 70, maar ook over de 16, die in hele kwetsbare groepen zitten, die komen vanaf eind september aan de beurt. En vanaf oktober kunnen de mensen van over de 50 mensen die jong zijn en in de zorg zitten, die kunnen dan een aanvraag indienen voor een booster. En de eerste prik voor kinderen vanaf 12 tot 15, die kan ook vanaf vandaag geboekt worden. Oh ja, nou dat is nuttige informatie. En wat voor bel ging er nu net? Oh, dat is waarschijnlijk een van de klokken. Een van de klokken. Laat zien. Oh, ja, dat wil wel zien. Kan dat? Kan wel wat laten zien. Ze doen het niet allemaal. Dat heb ik geloof ik al eerder verteld. Dat je verzamelt kloppen. Een beetje wel. Ja, ik heb voor Marcel Toebels in Amsterdam gewerkt jaren geleden.
5 jaar in de Nieuwe Spiegelstraat. Voor ja. 5 jaar. Oh. En sindsdien ben ik eigenlijk altijd getikt voor klokken. Ik heb alleen niet het budget om de klokken die wij in de zaak hadden aan te schaffen. Maar nee. Nou, ik heb deze. Ja, dat is een hele mooie. Dit is het mooie. Ja, directoire. Dat is nog net voor het ampère. Moet, deze loopt niet. Die moet nog ietsje gemaakt hoger. Worden. Ietsje hoger, ja, de camera. Ja. Oh ja, ja. Zo mooi. Die moet nog gemaakt worden. Oh. En eens even kijken hoor. Er gaat er weer een. Dat is een nep Friese klok. Ik weet niet of je dat lijkt een huisbel. Oh, die ja. Stoeltjesklok. Dat is replica. Ik heb er hier een. Dat is een echt laat 1800, eind 1800. Maar die is in restauratie. In Leeuwarden. Al een tijdje. Oh, het uurwerk. Dus, zo heb ik er een paar. Ik heb er nog wel wat meer, maar ja, ik hoef niet alles te laten zien. Maar, het is. Heel veel moet ook nog aan gebeuren hoor. Ik wil iets vragen. Misschien kan je een filmpje maken een keer van al je klokken. Ja, natuurlijk. Ja, leuk. Een vraag. Wordt nou in Schotland ook het metrieke stelsel afgeschaft? Maar daar is sprake van, hè? Ik hoor hier over praten eerder, Dami. En ik schrok eigenlijk, want ik raak echt in paniek op het moment dat ze met pounds in plaats van kilo en ounces. En dat is dus het oude systeem. En onze ons is dus niet de ounce die ze in Groot-Brittannië hebben. En ik ben al helemaal niet zo'n rekenwonder. Ik zie een 3 voor een 8 aan en omgekeerd, bij wijze van spreken. Echt helemaal gek als ze dat metrieke stelsel loslaten. Het gaat ook helemaal nergens over. Het oude geld ook. Ja, want dat is dus wel het rare. Als ze dat los willen laten, heeft dat dan ook toepassing op de valuta. Op de pond. Want die gaat wel via het metrieke stelsel. Er zitten gewoon 100 pence in een pound. Ja. Dus... En laten ze dat dan ook los, want dat oude geld, dat is echt niet normaal hoor, hoe ze dat deden. Nee. Dat te berekenen. Maar zou je dan teruggaan naar Nederland? Ja, dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen, Paul, voor de zoveelste keer. Dat trek ik niet. Maar zo oud ben je toch niet? Ik ben 55 nu. Ik heb denk ik al 7 keer opnieuw moeten beginnen. Ik zou ook... Ik begin nu gelukkig een beetje weer met werk na mijn hele ziektetoestand. Ik ben nu bij machten om weer een beetje aan het werk te gaan. En ja, de manier waarop dat ik hier mijn tuiniersbedrijfje voer, op die manier kan ik dat in Nederland niet doen. Ik heb dan een rijbewijs nodig. Je wil mij echt niet in de auto zien. Zo zijn er, ik woon hier vanaf 2006. En tussentijds ben ik 1,5 jaar in Nederland geweest. En ik trok het na 1,5 jaar niet meer. Ik wilde zo graag weer terug. Ik miste het zo ontzettend. Ik kom heel graag in Nederland. En ik hoop in december dat ik weer op bezoek kan komen. Want dan is het al 3 jaar geleden dat ik familie gezien heb. Ja. Ik zou het niet weten. Ik bedoel, probeer maar... ik volg het nieuws in Nederland. Probeer maar een huis te krijgen. Dan wordt het een kartonnen doos. Ja. En kijk, ik heb hier een kamer, ik deel, het ziet er allemaal heel leuk en gezellig uit en ik heb dan spulletjes om een heel nieuw huis te gaan. Ik zou echt niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Nee, dat moet je ook niet doen. Je moet daar, en dan moet je maar gewoon aan wennen aan het nieuwe stelsel ooit komt. Schotland gaat over een paar jaar bij de Europese Unie terug en dan doen ze daar ook het gewoon niet metrieke stelsel. Ja. Ja. Nou, Mark. Ja, ik hoop. Ja, en je bent dus 2 keer gevaccineerd ook, hè? Wel, je bent... Ja, ik ben 2 keer gevaccineerd. Ik weet niet of dat ik al mijn derde heb. Moet kijken, mijn laatste heb ik in eind mei gekregen. Dus ze zeggen dat na 1,5 jaar dat de werking ietsje vermindert. Al schijnt dat dan ook weer niet zo heel veel te zijn. Daar zijn de berichten een beetje verdeeld over. Ja. Maar ik weet niet of ik nou er eentje zou moeten nemen... ik weet het niet. Ik denk dat ik er misschien nog eens eventjes over te raden ga bij de huisarts of zo. Dat weet ik niet precies. Nou, een hele fijne tijd nog, Mark. We gaan nu met Jeroen Krabbé bellen. Super. Ja. Ja. En heel dan... mooi dat monument ook. Als ik in Nederland zou zijn, zou ik zeker zijn gegaan. Ja. Ik heb geen Joodse achtergrond, maar mijn oma die heeft als...
kindermeisje voor een gezin gezorgd. Die zijn weggevoerd. En het verhaal wat zij verteld heeft, dat was echt zo aangrijpend. En op haar begrafenis is het laatste... De laatste overlevende van die familie is ook op de begrafenis van mijn oma geweest. Uit Londen, hij woonde in Londen. En mijn oom is ook vernoemd naar het meisje wat weggevoerd is. Dat verhaal blijft gewoon heel aangrijpend. Dus ik ben heel blij dat het monument daar is. En ook de vorm waarin het er is met al die namen. Dat mensen echt een plek hebben... Waar ze terecht kunnen om mensen te zoeken en weer te vinden. Het is, het blijft verschrikkelijk. Het vindt heel aangrijpend. Ja. Nou, dus heel veel groetjes aan Jeroen Krabbé. Ik hoop dat het een waardevol monument voor al die mensen is die daar echt behoefte aan hebben. Ja, nou Mark, we zullen het overbrengen. En tot de volgende keer. Misschien gaan we daar nog op door, op wat je oma heeft meegemaakt. Ja. Tot de volgende keer dan. Ja. Dag. Tot de volgende keer. Dag jongens. Dag. 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 In de chat werd al gezegd dat Jules de Kort ook een huis vol klokken had. Ja. En dat beaamt Mark. Ja, en had een schuur vol met wekkers. En die ging elke dag op. Ik heb er een fragment ook van, dat hij dat in zijn schuur doet. Dat staat in beeld- en geluidarchief, heb ik het ooit gevonden. Ja. Zit hij in zijn schuur, dus pakt hij een wekker en dan wint hij hem op. Zo. Dat is weer de volgende. En dan hoor je al die wekkers door elkaar tikken. Dat is prachtig. Maar ze gaan ook tegelijk af dan? Het gaat voor mij vooral om tikken. Ik weet niet of de tijd gelijk stond. Dan moet ik het opnieuw kijken. En wat zijn de bloemen er trouwens mooi bij? Ja. We hebben niet op gelet inderdaad. Ik zal het even laten zien ook dan met de vingerkamer. Maar het heeft ook wel iets ontroerends. Ik vind bloemen vaak het mooiste als ze uitgebloeid sommige zijn. Sommige boeketten zijn droog heel mooi. Maar soms zitten een paar bloemen in die worden lelijk door. Maar de meeste bloemen worden mooi door. Ja, ja. Ja dus als mensen drogen goed op. En die zie je... Dat is de uitdrukking. En die zie je vaak niet... Oh, dan moet ik hem hier weer even kijken hoor. Zonnebloemen worden blijven mooi. Oh ja, hier moet ik zitten, ja. Precies. Maar die zie je op de normale televisie, zie je die nooit eigenlijk. Nee. Oude bloemen. Oude bloemen. Zo. Naar Jeroen Krabbé. Ja, dag Jeroen. Ja. Je zit live in de uitzending meteen. Goed, lukt het nu? Ja, hè? Ja, gaat heel goed. Ik heb me ook op een stapel boeken gezet. Oh ja. Kan ik mijn handen vrij houden? Ja, we hebben het al gehad met een aantal mensen. Ik weet niet of je de uitzending tot nu toe gezien hebt. Nee, helaas niet. Nee, ik kon niet. Ik had een lang telefoongesprek. Oh ja, maar Jordi, onze dokter... die over corona heeft, in het algemeen, kan ik even kort samenvatten... die is vandaag naar het namenmonument gegaan. Was zeer onder de indruk. Ja. En vertelde ook dat mensen daar rondlopen en tegen elkaar zeiden... maar waar zit hij dan? Waar is hij dan? Dat ze naar namen aan het zoeken waren. Ja. Wat dus heel aangrijpend is eigenlijk, wat ook natuurlijk de opzet is van het monument, dat ze een begraafplaats hebben, die mensen. Ik ben het volkomen met hem eens. Het is een adembenemend gebeuren als je erin loopt. Het is bijna een doolhof, dat gevoel heb je, omdat je geen kant uit kan, je loopt erin en dan heb je dat middenstuk waar, heb je gezien, hè, Willem-Alexander en gisteravond, waar je steentjes kan pakken om neer te leggen. En dan zijn er looppaden en aan beide kanten van het pad zie je alleen maar namen. Het zijn alleen maar namen en wat uiteindelijk er is wel een soort van plek waar je kan zien A tot en met H
en dan enzovoort. Weet je wel, dat je weet welk gedeelte je naartoe moet als je iets zoekt. En dan is het dus een muur. Het is 2 meter hoog. En het is helemaal tot de grond. Dus je kan heel goed eigenlijk, als je een redelijke lengte hebt, kan je heel goed en boven kijken en beneden kijken. Ik vond het een hallucinerende beleving. Want voordat ik dus moest, ik moest daar vroeg zijn gisteren om te gaan praten. En toen was ik er alleen en ik vond het verschrikkelijk. Ik had echt tranen liepen over mijn wangen. Ja. Ik vond het ontzettend moeilijk, omdat je... Kijk, het is een abstractie, 102.000 namen. Zoals 6 miljoen doden, ja. Joden die gedood zijn, vermoord zijn. Dat is abstractie. En nu is het is niet abstract. Het is ook geen begraafplaats. Het is een beleving waarbij je... Wat mij opviel is dat je dus die namen leest... Maar uiteindelijk las ik eigenlijk alleen nog maar de leeftijden. En de leeftijden, die staan er dus. Er staat dus de begindatum, van de geboortedatum van iemand. De naam, de geboortedatum. En dan alleen de leeftijd. Zodat je niet hoeft te rekenen, weet je wel. Dat je denkt, oh, in 43 vermoord en toen geboren. Ja. Dus dat zie je. En wat het meest opvalt, dat zijn dus steentjes van 3 maanden. Kind, 8 maanden. Jongetje van 12, een meisje van 7. En er is 1 vrouw van 102. En ik weet van die vrouw is 100 geworden nog in Amsterdam. En dat was een groot feest, nou ja, voor zover groot kon, midden in de oorlog. En die is daarna vervoerd naar Westerbork. Die vrouw kon niet eens meer lopen. Is in een trein gekieperd, een veewagon. En is 2 dagen later in de gaskamer gegooid. Vrouw van 102 jaar oud. Dat is de oudste. En ik denk de jongste is een paar weken. Ja, maar het is ook wel... Maar ik vond het gisteren ook al heel aangrijpend. De televisieuitzending. Met ook de foto's. En ook met de leeftijden erbij. Eigenlijk alsof het je... Het wordt je, ja, je wordt ook nog extra met je neus op de feiten gedrukt. Eigenlijk. Ja. Het was een... Ja. Wat ik heel mooi vond was, ik vond de toespraak van Femke Halsema heel erg mooi. Dat er tussen ons en het vergeten nu een muur staat met 102.000 namen. Dat vond ik een heel mooie beeldspraak. Ja. Dat je echt als je daar rondloopt, dan denk je, hoe is het mogelijk dat dit gebeurd is? Terwijl als je hoort, ja, 102.000 namen, oké, nou, je gaat weer verder op je pad. Dat lukt niet. Als je het bezocht hebt, dan ben je echt... Ik was van de kaart. En ik was niet de enige, hoor. Er waren een heleboel mensen die... die staan te huilen bij een steentje. Ja. En het gewoon aanraken. Omdat, weet je, er zijn mensen die hun familie... zoals ik, nooit gekend hebben, nooit gezien. Nee. Hebben. Die zijn weg. Dus dat zijn namen geworden... En die namen, ja, die zijn vermoord in Sobibor of vermoord in Auschwitz. En nu kon ik het steentje van mijn grootvader. Van Abraham Reis. Ja. Toen zag ik, en dat vond ik eigenlijk verbazingwekkend ook. Hij is maar 69 geworden, terwijl ik dat vroeger oud vond. Maar ik ben 76, dus ik ben alweer 7 jaar ouder dan hij. Terwijl ik een oudere man in gedachten had, altijd. En mijn tante. En ik heb opgezocht dat wij zijn gelieerd... Althans, mijn moeder is gelieerd aan 7 andere namen. Dus weet je wel, met aangetrouwd, enzovoort, enzovoort. En dat zijn bij elkaar 82 mensen, dus in 1 familie. Dus ja. Neven en nichten en tantes en omes. En weet je wel, die is gescheiden, is opnieuw getrouwd. En dat zijn 82 mensen. Ik ga ze nog wel opzoeken op de muur. Maar ik kon het even niet aangisteren. Nee, dat kan me voorstellen. Omdat je de directe confrontatie had. Wat ik eigenlijk had toen jij de schilderijen gemaakt had. Oh ja, van Abraham Reis. Die ik voor het eerst zag. Dat je ineens een directe verbinding hebt eigenlijk. Ja. Met het leed, nou en met het, je raakt daardoor geëmotioneerd.
En dat hebben de mensen dus die nu naar het namenmonument gaan, denk ik ook. Dat het, En dat was natuurlijk, ja, dat was natuurlijk gisteren heel expliciet. Hè? Want er zaten dus nabestaanden. En er zaten overlevenden en nabestaanden. En die gingen erin om voor het allereerst de naam van hun moeder of vader te zoeken. Of van hun broertje en zusje. Ja. En dat het was, stonden heel veel mensen te huilen. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Nee, het is aangrijpend omdat het zo simpel is. Dat is het. Het is geen bombarie. Het is niet een groot monument waarvan je altijd denkt, ja, het zal wel, weet je wel. Met een held erop of iemand die geholpen wordt en een soldaat die neerzijgt. Dat is het allemaal niet. Het is recht in je gezicht. En komt het ook misschien ook nog, nou heel terzijde, maar wel door de strijd die het heeft gekost om het moment, een monument daar te krijgen, ja. Eigenlijk. Nou ja, de tegenwerking. Jacques Grishaven moet echt niet alleen een lintje hebben, maar hij moet een stoel in de hemel hebben. Hij heeft zoveel mensen heeft hij geholpen door dit te laten gebeuren. Jacques heeft doorgezet. En hij heeft 15 jaar gevochten. Echt 15 jaar. En tegen domheid vaak. En tegen agressie. En, wat hij zelf niet zegt, maar wat wel zo is, ook tegen antisemitisme. Zo van, wat moeten we ermee met die dode Joden? Sodemiet erop zeg. Die wil ik niet in mijn straat. Dat heb ik geen zin in. Nou, dat is hetzelfde eigenlijk ook met struikelstenen wat gebeurt. Weet je wel, die kleine steentjes die voor een huis liggen. Hier woonde die en die en die is daar en daar vermoord. Daar zijn ook mensen tegen een opstand gekomen. Daar heb ik geen zin in mijn straat. Jij wil niet aan herinnerd worden. Zo. Ja, nou precies. Ja, precies. Ja. Wat Jacques, dat was heel goed van Jacques. Die heeft dus meerdere gerechtelijke gevechten moeten leveren. Ik geloof 3 zelfs. Tegen allemaal bezwaren. De bezwaren tegen Bomenkap, de bezwaren tegen dat enzovoort. En toen zei hij wat nou zo erg is. Want dan heb ik met die mensen te maken. En die wonen in de buurt daar, dus in de oude Jodenbuurt. Rond het Weesperplein en het Jonas Daniel Meijerplein en de Plantage Middelaan. En hij zegt, die wonen allemaal in huizen van mensen die vermoord zijn. Dat zeiden erbij. Toen dacht ik, ja, zouden ze dat wel weten? Ja, terwijl ze niet. Ik bedoel, je mag er ook weer niet over één kam scheren natuurlijk. Je hebt ook mensen die daar wonen die erachter staan. Absoluut. Nee, ja. Absoluut. En ik begrijp ook wel dat je denkt, het is, kijk, de eerste plek waar het was het Wertheimpark. En ik ben daarbij geweest toen bij de presentatie. En mensen kregen echt stoom uit hun oren. Die waren woedend. En uiteindelijk hadden die wel gelijk. Het was een te groot monument voor dat kleine Wertheimpark. Waar al de glazen monumenten liggen van Jan Wolkers. Daar hadden ze gelijk in. Dus dat was een protest, dat kon ik volgen. En toen heeft, ik geloof dat Eberhard van der Laan iets van 9 plekken in Amsterdam heeft aangewezen. Het zou daar, daar, daar en daar kunnen. En uiteindelijk is het dus dat stukje Weesperstraat geworden. Waar dat ellendige monument stond. De Joden danken de Amsterdammers voor hun hulp. Flauwekul. Oh, ja. Flauwekul. Dat hebben na de oorlog hebben de Joden dat zelf moeten betalen, dat monument. En hebben gewoon, ja, het was een groep mensen die eigenlijk dachten, ja, weet je, laten we nou maar allemaal vergeten. Hè, zo in 46, 47. We gaan het vergeten en dan is het niet gebeurd. En dan gaan we gewoon weer in de maatschappij verder. Ja, ja. Die mensen hebben dus dat monument betaald, laten ontwerpen. En het is daar neergezet. En dat is toen al een schande. Omdat daar stond, ja, we danken de hulp aan. Wat nou hulp? Zeg. Ja, ja. Wat nou hulp? Er is helemaal geen hulp. De politie, de politie voor een heel groot percentage heeft dus mensen aangegeven in plaats van geholpen. Dat heeft Femke Halsema maar gisteren nog gememoreerd. Dus het is in Amsterdam, omdat er ontzettend veel Joden in Amsterdam sinds de middeleeuwen zo'n beetje woonden. In Amsterdam is dat. Heeft dat er zo ontzettend ingehakt.
echt 80.000 mensen. En er is bijna niemand teruggekomen. Dat is gewoon zo. En wat Jacques gedaan heeft, Jacques Grishaver, die vond dat het benoemd moest worden, die misdaad. Ja. He, en hoe moet je dat doen? Nou, zo. En toen was Daniel Liebeskind, een geniale architect, die hield de Auschwitz-lezing. Dus één keer per jaar is de Auschwitz-lezing van mensen die worden dan gevraagd om eigenlijk het hedendaagse, de toestand van nu te bespreken in gespiegeld met wat er gebeurd is destijds. Hele mooie lezingen zijn dat. Nou, er was toen Daniel Liebeskind. En dat was een fenomenale lezing. En na afloop had Jacques Grishaver tegen hem gezegd: ja, ik loop rond met het idee voor een monument. En voelt u daarvoor? En toen zei hij: ja, dat wil ik wel doen, ja. Daar voel ik wel voor. Want hij heeft een aantal prachtige monumenten gemaakt. Ook hierover. Ook over de Jodenvervolging en uitroeiing. En toen zei Jacques: ja, maar we hebben geen geld. Nee. Want Liebeskind is natuurlijk onbetaalbaar. En toen zei hij: maar wie heeft het dan over geld? Dus voor niks heeft hij het gedaan. De man die de stenen heeft geleverd, heeft het voor niets gedaan. Heeft ja. 2000 stenen geleverd. En heeft het verdubbeld. Hè? Het is dus 200 zoveel duizend zijn er gemaakt. Voor als er iets kapot gaat. Dat je het kan aanvullen. Ja. Die zijn, dat is gesponsord. En er zijn een heleboel mensen geweest. Die een naam hebben geadopteerd. A50 euro kan je een naam adopteren. Wat dus ook helpt. Ja. Maar hij heeft heel veel tegenwerking gekregen. Ook van Joodse kant. Oh. Omdat men zei: waarom moeten wij betalen voor iets wat ons is aangedaan? En dat vind ik niet een juiste stelling. Je kan ook zeggen: ik wil graag betalen voor een memorial, voor een herdenkingssteen. Ja. Van mijn familie, kan je ook zeggen. Ja, want wij hebben het overleefd. En, dat hoor je waarschijnlijk wel aan, maar het was een ingrijpende gebeurtenis gisteren. Ja, maar omdat het simpel was. En die Daniel Liebeskind hield ook een goede toespraak. Oh, eigenlijk. Fantastisch. En uit zijn hoofd ook, hè? Ja, geweldig. Maar zo is die man. Ik heb hem meerdere keren ontmoet, maar die praat recht voor zijn raap. Ja. Het is een kind van Poolse Joden, overlevers van de kampen. Zijn vader en moeder hebben het gehaald en hij is na de oorlog geboren. Maar zijn hele familie is uitgeroeid. En hij heeft bijvoorbeeld ook het herdenkingsplek gemaakt op Ground Zero in New York, hè, bij de Twin Towers. Dat is ook van hem. En hij heeft het Joodse museum in Berlijn gemaakt. Het is, nou ja, die man is, het is een genie. Het is echt een genie. Ja. Dit heeft hij ontworpen. En toen hij er was gisteren, heb ik begrepen, want ik heb hem niet gesproken helaas. Hij zag dus allemaal mensen huilen en mensen rondlopen en zo. Toen zei hij: ja, het werkt. Het werkt. Het is goed. Ja. En wat zo ontzettend mooi is, je loopt dus, je voelt je benauwd, want er zijn dus wanden. En je kijkt dus alleen maar naar die dingen. Maar het is open van boven. En daar zijn die letters op, die Hebreeuwse letters, die in memoriam betekenen. En die weerspiegelen de buitenwereld. Dus de bomen worden weerspiegeld. Dus je kijkt naar bomen of je kijkt naar de auto's die in de Weesperstraat rijden. Dus het verleden waar je in bent, wordt gespiegeld aan het heden waarin je bent. Het is zo ontzettend knap bedacht. Ja, god, wat mooi. Het is geweldig. Ja, bij Damien en ik zijn ook wel naar het, ook zoveel jaar geleden, naar het Holocaust-monument gegaan in Berlijn. Dat ja, Doolhof. Dat is ongelooflijk ook. Oh, en daar had je ook wel dat het benauwende, maar ook het ontvluchtbare eigenlijk. Die confrontatie was heel direct. Ja, en in Berlijn, dat is ook zo'n mooie gedachte. Dat zijn dus al die stenen, hè? En het is gebouwd. Ja. Het is gebouwd daar op het hoofdkwartier van de nazi's, van Hitler. Dat stond daar. Dat hebben ze afgebroken. Ja. En daar hebben ze die blokken steen gezet, van heel klein tot
zo hoog dat je niet meer kan kijken. Maar de grond daar loopt zo. Zo. Die loopt. Je bent dus onzeker terwijl je loopt. Ja, ja. Je denkt, ik ga naar beneden, nu ga ik weer omhoog. En oh god, pas op, daar. En dat is dus daarom ben je nog veel meer ingesloten bijna in die belevenis. Want je kan niet... Ja. Je kan niet onvoorzichtig lopen. Je kan er niet zomaar doorheen lopen. Nee. Niet snel even de... Nee. Dat is, vind ik ook een hele mooie gedachte. Ja. En hier is eigenlijk eenzelfde soort principe toegepast, vind ik. Want er zijn dus hele scherpe bochten in die zo lopen... dat die stenen daar helemaal op elkaar zitten bijna. Dus dan ben je eruit en dan kijk je om... en dan zie je alweer meteen een andere plek. Maar je weet niet waar je bent. Je ziet alleen... Nee. Oh, ik ben bij de W... Oh ja, goed. Nou, dan heb je bijvoorbeeld de naam P als het Polak is of Cohen, Joodse naam. En dat is gewoon een hele wand. Een hele wand met alleen maar Polak erop. Het is om duizelig van te worden. Het is zo ontzettend ingrijpend. Het is echt ingrijpend. Ja. Nou, ja, je moet er wel naartoe. Ja, maar de mensen moeten wel weten dat het ingrijpend is. Dat je daarna geen vrolijke eetafspraak hebt. Of zo. Nee, maar nou... Nee, maar het doet iets met je. Ja. Ook als je daar geen familienaam hebt, denk ik. Nee, dat denk ik ook. Het doet iets met je omdat het een waanzinnig kunstwerk is. Dat is het ook nog eens. Het is als je het ziet als beeld, is het ook... Je kan ook van een heel mooi groot beeld kan je ontzettend onder de indruk zijn. Ja. Hè? Of van een gebouw of zoiets. En dat heb je sowieso... En dan is denk ik iedereen onder de indruk van de leeftijden. Ja. Dat weet ik zeker. Ja. Want dan realiseer je niet dat een kind van 7 weken vergast is. Nee. Of een jongetje van 6 of een meisje van 13 of enzovoort. Dat je realiseert het je niet tot je het ziet. Ja, en dan zie je bij een naam bijvoorbeeld zien, hele familie, vader, moeder... Kinderen, opa, oma. En dat is dan één familie. Dan denk je, fucking hell, er is niets van over. Nee, ik ben er heel erg vol van. Ik vind het een sieraad voor Amsterdam. Ja. En ik denk dat het een aantrekkingskracht krijgt. Zoals het Anne Frankhuis dat ook heeft. Ik denk dat er mensen in de rij gaan staan om er naartoe te gaan. Ik reed er vandaag langs. Het was hartstikke vol. Ja, denk ik. Maar dat kan ik me voorstellen, maar ook zoals Jordi, die is dan in de 20 en dat die al meteen ook daar naartoe gaat. En dat het ook, we hadden net iemand in Edinburgh in een beeldgesprek. En die was ook al helemaal daarvan onder de indruk. En dus ik denk dat het voor een heel breed publiek de eerste signalen... zijn. Ja, nou ja, dat komt ook omdat je, als je denkt aan een herdenkingsbeeld, en je ziet bijvoorbeeld in Frankrijk heeft elk dorp, elke stad heeft een beeld voor 1418. Hè? Ja. Daar ben je aan gewend. En dan lees je nog wel eens die namen zo onder elkaar en dan denk je, god, die jonge jongens allemaal enzovoort. Dus je bent gewend aan een herdenking of op een begraafplaats, of een beeld in de openbare ruimte. Daar ben je aan gewend. Hier is niemand aan gewend. Niemand is gewend aan een confronterend doolhof. Ik kan het niet anders zeggen. Nee. Ik vond het een hallucinatoire, dat is het woord geloof ik. Een zinsbegoochelende gevoel. Ik vond het heel moeilijk om te spreken. Ik was ontzettend zenuwachtig. Ja, dat merk ik ook wel. Normaal heb je wel alles onder controle als je iets doet. Ja, nee. En ik had het uit mijn hoofd geleerd. Maar ik was te zenuwachtig om mijn blaadjes weg te gaan leggen. Omdat ik keek naar die mensen die er allemaal zaten. En het ging niet om de koning. Die heb ik wel vaker ontmoet. Daar ben ik niet van onder de indruk of zo. Maar er zaten, je zag al die... De overlevenden zaten op de eerste... Nee, de eerste rijen zaten de hoogwaardigheidsbekleders... en er vlak achter de nabestaanden. En dan zie je die oude mensen zitten... en dan denk je, Jezus, wat gaat er door je hoofd?
Die hebben nooit meer de naam van hun vader, moeder enzovoort buiten hun eigen gedachten zien staan ergens. Dat is nergens. Nee. En ik had een speech gemaakt op het feit dat waar die, dat nu staat, daar stond een huizenblok. Hè? En het was een huizenblok waar zo'n kleine 200 mensen woonden. En die mensen woonden voor, dat waren arme mensen. Het was het Joodse proletariaat, het waren arbeiders en zo. En marktkooplui, dat soort mensen. En die woonden op, wat vroeger heel vaak ook in de Jordaan gebeurde, twee families op één etage, weet je wel. Ja, je voor en achter. Precies. En dat daar op de deurposten de namen van die mensen zaten. Nou, die woningen zijn gesloopt en die deurposten zijn weg en de namen zijn weg en alles is weg. En nu zijn diezelfde namen op precies dezelfde plek terug als steentje daar. Ja. Waar het vroeger aan de deurposten hing. En dat was mijn verhaal, omdat ik dacht, dan maak je het verhaal kleiner, je maakt het menselijk. Je gaat nadenken, oh ja, natuurlijk, gewoon gewone mensen zaten daar en hè, die hadden het wel leuk of niet leuk enzovoort. Dus daar had ik eigenlijk die speech op gemaakt. En er kwamen heel veel mensen kwamen naar me toe om me daarvoor te bedanken. Omdat ze... ik had het verkleind eigenlijk, dat grote probleem. Ja, en dat ze inderdaad ook teruggekomen zijn op die manier ook. Ja. En was je ook gespannen omdat het later begon vanwege Remkes? Nee hoor, het begon helemaal niet. Het begon niet later. Nee, want ik wist dat Mark Rutte had laten weten dat hij onderweg was. Dat, ik was er op tijd. Was er nog voor de koning. Nee, hij was op tijd. Ja, en keurig weer gekleed als Mark Rutte. Ja, en fris. En niet in zijn weekend outfit. Nee, die outfit van Wopke Hoekstra was helemaal echt toch te erg voor woorden. Ja, nou ja, ze doen dat ze populair zijn enzovoort. Ja, maar ik dacht, maar dat is een analyse, dat ze niet tot een akkoord gekomen zijn. Nee. Ja, maar ook juist vanwege... Omdat Mark weg moest. Nee, maar het monument, de onthulling van het monument. Anders zou de aandacht gegaan zijn naar een akkoord eigenlijk. En hadden ze eigenlijk een persconferentie moeten geven? Nee. Nee, het was zo om 11:00 s'morgens. Ik was er om 10:30, maar om 11:00 s'morgens hoorde ik al dat er een verklaring zou komen vanuit Hilversum voor onze opening. Dus die zou om 1:00 komen. De opening bij ons was om 2:00. Oh. Dus men had al gezegd, waarschijnlijk schakelen we eerder over naar Remkes, of wie het dan ook zou zijn, of we hebben een akkoord, weet ik veel. Nee, dus het interfereerde niet. Het was niet... Ik vond het knap dat Rutte er toch nog kon zijn. Dat vond ik wel knap. Dat vond ik ook knap. Want daar is hij heel... Mooie toespraak. Heel sterk, ook. Ja. Heb je nog met hem gesproken ook na afloop? Nee, ik heb alleen met nabestaanden gepraat. Oh, ja. Omdat die op me afkwamen en zo. Ik was bek af. Ik was zo moe. Een soort rare spanning. Nou, omdat je emotie onder controle wil houden. Nou ja, dat was het. Ook. Omdat ik daar 's morgens liep te snikken. En toen dacht ik, het kan niet, ik kan niet, ik moet het goed doen. Ja. En dat is, weet je, een acteur mag nooit zelf huilen. Je moet de zaal laten huilen, weet je wel. Dat is toch een soort principe. Maar ja, en ik dacht ook, dit is onzin. Gooi het maar opzij, je eigen verdriet. Dat moet je niet doen. Dat is gelukt, daar was ik heel blij om. Het kost zoveel energie. Ja, nee, maar het is gelukt. En het kwam toch heel aangrijpend over. En alle toespraken die... waren mooie toespraken. En ook een hele mooie registratie. Wat dat er gaat, kan de Nederlandse televisie wel ineens goed tevoorschijn komen. Vond ik. Maar, vertel. Ja, wat ga je straks eten? Oh, Martijn heeft voor ons gekookt. Oh, nou, die komt 2 keer per week, want die kookt namelijk de sterren van de hemel. Ja. En die had gezegd, ik ga leuk voor jullie koken. Die kwam gisteren met een waanzinnige
vier maaltijden of zo. Dat is voor, kunnen we dagen mee doen. Oh. En die warmen we dan op. En dat is ontzettend lekker. Maar zelf... nu hebben we een soort Indiase, Indonesische-achtige situatie hebben we nu. Oh, ook, ja. ook met gezellig, met een salade erbij of een dit of dat erbij. Of, ja, het is fantastisch, zo ontzettend lief van hem. Ja. Heerlijk. Nou ja, dat is ook een soort troostmaaltijd dan, zeg maar. Zeker, zeker. Nou, als je nog zelf iets aan wil voegen, maar... Nou ja, ik moet direct dit doen. Dit, zegt je dat iets? Flowflex, snelle test op SARS-CoV-2. Ja. Ja, wij hebben ook die thuistesten. Heb je dat ook? Ja, we hebben ook thuistesten. Zo, dat je en waarom zelf... moet je het doen dan? Nou, ik heb morgen een repetitie. Ik ga een nieuwe film doen. Een korte film. Het is maar een paar dagen draaien. Maar we hebben morgen een repetitie. En ze willen dat iedereen dan dit gedaan heeft. Deze test. Ik ben gevaccineerd, maar je kan het toch nog bij je dragen, geloof ik. Jawel, en dan vertrouwen ze je wel. Als je zegt van het is negatief. Nee, want ik stop hem gewoon ergens anders in. Ja. Ja. Maar thuis testen. Maar jij hebt het gedaan al een paar keer. Ja, een paar keer. Je bent geneigd om niet door te duwen. Nee. Je zit je moet met je hoofd iets lager nu voor de camera. Oh god. Want ja, is hij gezakt? Hij is gezakt. Ietsje, ja. Maar is je moet, zo goed? Ja, zo is hij goed. Oh ja. Je hebt de neiging om zo te doen. Zo, ja. Maar je moet zo doen. Naar achteren, zo. Niet naar boven. Dat is het punt. Dus je moet hem niet maar zo... Je moet langs de... Horizontaal. Maar je moet zo, ja. Zo. Parallel aan je gehemelte. Parallel aan je gehemelte. Ja. Nee, okay. Nee. Zo. Jawel. Zo. Horizontaal. Ja, parallel aan je gehemelte. Oh ja. Nee, maar hier staat... Nee, want hier... Dat vind ik echt iets voor jou, dit. Hier staat dus, plaats de punt van het wattenstaafje in één neusgat. Duw het wattenstaafje met een zachte draaibeweging op minder dan 2,5 centimeter van de rand van je neusvleugel. Dus dat is hier, dan kom je hier terecht. Zo ja. Ja? Ja, ja, dat klopt. Nou, dan draai je het wattenstaafje 5 keer, zo. Ja. Strijk het tegen de binnenkant van het neusgat, zo. Ja. Verwijder het wattenstaafje en plaats het in een ander neusgat. Ja. Herhaal stap 4. Ja, want je ene neusgat is niet het andere. Dat is nee? Nou, leg me dat eens uit. Hebben we er twee dan? Ze hebben verschillende karakters eigenlijk. Oh, en, is dat het? En de een die kan heel anders reageren dan de ander. En dan moet je daarna uitknijpen. Dat ook. Met je geteur. Nee, dan moet je uitknijpen. Nee, maar dan moet je dit in zo'n ding, in zo'n bakje doen. Ja. En dat, nou, dat ga ik allemaal doen. Ja. Nou ja, maar dat is ook afleiding. Van wat? Van de herinnering van gisteren. Van nee. Jawel, tuurlijk. Ja, die alles blijft, al bij alles me. Blijft doorgaan. Ja, dat die bedoel blijft ik. Wel bij ja. Me. Die blijft wel bij me. Het is echt... Nou en ja, wat voor film is het nog... dan? Wat voor film is het dan? Ja, het is een leuk scenario. Van wie? Het is van Philip Huff. Philip Huff heeft geschreven Niemand in de stad, weet je ja, wel? Ja, ook een mooie film van Michiel van Erp. Van Michiel van Erp, een topfilm. Ja. En ik heb met hem een korte film gemaakt. Samen met Olga Zuiderhoek, met z'n tweetjes. Oh. Een film van 4 minuten, die heel erg leuk is geworden. En nu doet hij zijn tweede film en toen wilde hij me weer hebben. Dit is ook een korte film. En ik kan geen nee zeggen tegen Philip Huff, want het is een van de leukste mensen die ik ken. Dus ik zei, nou, ik doe het wel, niet wetende dat ik dus het helemaal de tijd er niet voor heb. Totaal niet. Ik kan het eigenlijk niet doen. Maar ik doe het toch. Want waarom heb je dan niet de tijd ervoor dan? Ik heb nog een film, een buitenlandse film. Ik heb mijn nieuwe programma, dat ga ik dinsdag onthullen bij Eva Jinek... dinsdagavond, wie de volgende schilder is, die ik ga doen. Dat doe ik op zoek naar... Nee, dat doe ik woensdag. Woensdag, even kijken. Ja, woensdag ben ik bij Eva. Woensdag. Zeg ik het nou goed? Ja. Eva, ben ik woensdag. Hij is een Nederlandse schilder. Ik zeg het niet, wat het is.
Je krijgt het toch niet uit me. Nee. Maar het is... dat, kijk, ik mocht van de AVRO... Mag je dat niet zeggen? Want die willen dat echt met tamtam aankondigen. Dus ik heb al die tijd met mijn mond gehouden. Maar die film, die serie is al nu meer dan 1,5 jaar uitgesteld. Steeds maar weer uitgesteld. Ja. Ik had al op de televisie moeten zijn, nu. Ja. Nou goed, nu gaan we dus draaien. Eindelijk. En dat wil dus de AVRO wil dat met veel tamtam dan vertellen. Nou, dat moet ik doen. En waarom dan bij Eva en niet op één? Nee, Eva, ik werd gebeld door Eva. Nee, omdat ik bij Eva eerst praat over mijn nieuwe tentoonstelling die ik heb in Zwolle. Deze. Kan je het zien? Jeroen Kerbee, Stilte, ja. Ja, stilte. Ja, ik heb de catalogus, prachtige catalogus. Oh, die heb je gezien? Ja, heel mooi. Oh, ja. Oh. Dat tentoonstel ik nog niet, maar daar ga je dus eerst over praten. Daar belden ze over. En toen dacht ik, toen zei ik, vinden jullie het leuk als ik er ook over mijn nieuwe serie praat? Ja, natuurlijk. Nou, dus dat doe ik dan. Dan ga ik nog naar Matthijs, dat is volgende maand. Er is nog veel meer. Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Forever Young. Ja, kan je dat niet zien? Ja. Oh, ja. Ja, je verwacht het niet bij jou dat je in die serie zit. Forever old, verwacht ja, je. Nee. Maar je verwacht dan, ja, nou ja, goed. En dan? Nou ja, dat dus. En ik ga eind oktober ga ik op reis voor 3 weken. Dus het moet allemaal in oktober gepropt worden. Maar dat is weer de andere speelfilm weer. Dat is voor mijn serie. Oh, eind oktober ga ik 14 dagen, 3 weken weg. Over de hele wereld ook weer. Ja. Dus, ik heb veel te doen, Paulie. Ja. Nou, fijn. Ja, dan, gezellig. Ja. Van de straat. Ja, en waren er nog opmerkingen bij de chat? Want mensen die volgen mensen erg onder indruk. Over de hele wereld. Mensen erg onder indruk en spoeden zich naar het monument. Ja. Oh, dat vind ik dat leuk om te horen. Ja. Want ik wil er ook mee afsluiten. Ja. Ik wil afsluiten met het volgende. Ik heb me, waarschijnlijk hebben een heleboel mensen dat ook gehad, me dood geërgerd. En ik was ook geschoffeerd, voelde ik me, en gechoqueerd door die jongens in Urk, wat ze geflikt hebben. In nazi-uniformen en met een jood die ze gingen doodschieten met een neppistool. Echt, ik kon het, dus overdreven dat ik zeg niet van kon slapen, maar ik vond het zo verschrikkelijk. En toen heb ik op Radio 1 vorige week, toen zeiden ze, ja, maar wat heeft het dan voor zin, dat monument enzovoort, dat zijn dan die vragen. Ik zei, nou, ik denk dat ze die jongeren uit Urk er even naartoe moeten sturen. Kunnen ze even zien wat het was. Het is geen videogame. Hè? Nee. Doden van Joden. En dat is opgevangen door Tubantia, door de krant uit Overijssel. Weet je wel, Tubantia. Ja. En die belden me op en die zeiden, we willen dit graag in de krant zetten. Want zou u dan die jongens dan rond willen leiden bij het monument? Ja. Doe ik meteen. Dat zijn, ik geloof dat het 10 jongeren zijn of zo, of 12, dat weet ik niet veel. Maar ik heb het gevoel dat ze, ik hoop dat ze dat gaan doen. Maar ze hebben nog niet op gereageerd. Nee. Want ik weet dat de burgemeester van Urk, die heeft toen gezegd, eigenlijk, hij wilde ze straffen. En zeg maar, eigenlijk wil ik ze in een bus zetten en dan gaan we naar Auschwitz. Gaan we daar eens even kijken. He, zodat dat een soort schok wordt, waardoor ze begrijpen wat ze gedaan hebben. En toen dacht ik, ja, dit is dichterbij. En dit is, eigenlijk kan je beter begrijpen. Dus ik weet niet of ik, kijk, daar maak ik tijd voor vrij. Als die kinderen komen, en ik zal ze niet bestraffend toespreken. Ik zal alleen vertellen wat mijn geschiedenis is van mijn familie. Misschien helpt dat. Ja. En dan tegen ze zeggen, ga ze rondlopen. En ga eens kijken hoe vaak jouw eigen leeftijd op die stenen staat. Ik denk dat is een confrontatie die... Ik weet zeker dat dat iets doet. Ja. Ik weet zeker dat dat iets doet met ze. Dat kan niet anders. Want er zijn dus educatieve rondleidingen. Hè? Er zijn rondleidingen voor schoolklassen.
kinderen. Oh ja. En dan zit het aan een lesprogramma vast. Want er zijn dus scholen in Amsterdam die de Holocaust niet meer bespreken. Dat durven ze niet meer. En dan krijgen ze ontzettend op hun lazen van kinderen in de klas of ouders die komen en zeggen: we willen niet dat mijn kind vergiftigd wordt met leugens over de Holocaust. Ja? Ja, 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 ja. Middelbare scholen. Oh. Echt waar. Maar daar zouden toch ook meer publiciteit aan... dat is er ook wel. Zwarte... Ja, ik weet niet. Nou, ik sprak er gisteren met Femke Halsema over. En toen zei ze, is dat nou echt zo? Ik zeg, ja, dat is zo. Ja, ik heb ervan gehoord, maar ik weet het niet zeker. Zei ze, ik ga het uitzoeken. En dat doet ze natuurlijk ook. Ja. Omdat het niet te tolereren valt. Nee. Dat kan niet. Maar het gaat niet alleen... Dit monument gaat niet alleen over het doden van de Nederlandse Joden, vergassen, het vermoorden. Het gaat over discriminatie. Het gaat over uitsluiten van mensen. En het resultaat kan je daar zien. Ja. Wat het resultaat daarvan is. Ja. Zo simpel is het. Dat is het monument. Nou, en natuurlijk is het gespecificeerd. En natuurlijk is het gefocust op wat er gebeurd is tijdens de oorlog. Maar dat kan je een kind laten zien. Ja, nou, als je met die mensen uit Urk, met die kinderen uit Urk loopt daar en daarmee confronteert, dan is het misschien ook wel goed als wij dat filmen ook en dan ook... Je bent niet de eerste die dat al gevraagd heeft. Ja, maar wel de beste, toch? Tuurlijk ben je de beste. Nou, daar wil ik het graag bij laten. Maar, je bent de leukste en de beste. Ja. En... Maar je moet, nou, ik wil best met je en met Dami wil ik best naar het monument en rondlopen, hoor. Want ik wil jouw reactie ook wel zien. Ja. Nou, nee, dat afgesproken, dan gaan we dat doen. Nou, ga dan straks ontspannen eten. Ja, vond ik ook. En... Ik ga nu het eten opwarmen. Ja, fijn. Ja. Dat heerlijke eten. Ja. Het echt heerlijk eten. Nou, en de groet aan Jerma. En tot de volgende keer. Dag. Dag, lieve schatten. Dag. 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 Doei, doei, doei. Dag. Nou. Nou, het is aangrijpend. Ja. En inderdaad, wat ik maar wilde zeggen, maar het was eigenlijk het moment ervoor, dat het deed me denken, het Holocaust monument van de beelden die ik zag, want ik heb het nog niet gezien, aan het Joods Museum in Berlijn. Dat is namelijk ook door Liebeskind gebouwd en die heeft ook die claustrofobische punten, waar je een soort, je komt... Het museum hoeken, zelf. En dan kom je in een soort enge punt terecht waar je niet meer, op een gegeven moment niet meer verder kan. En dat had dit ook. Ja, dat is waar. Enge, ja, het zijn angsten jagen. Ja. En je voelt de benauwdheid die dan... Ja, we zijn er samen geweest. En daarbuiten had je die stenen, inderdaad, dat Doolhof. Nee, het is een andere plek. Oh, een andere plek. Dat Holocaust monument, dat is niet van Liebeskind. Maar al die steen, dat zit vlakbij, niet zo ver van de... Ja, wat Jeroen ook vertelde. Van de nazi's... Bij het hoofd van Hitler. En het Joods Museum ligt een stukje verder in de... Niet zo ver vandaan, maar het is toch wel een stukje vanaf. Ja, we hebben Jan Douma, die hebben we heel lang laten wachten. Maar ja, we konden het ook niet onderbreken. Maar die zit in Disneyland, die had een heel ander onderwerp. Daar werd vorige week... Tenminste, hij was ook in Disneyland. Hij zit nu weer in Florida. Anders zit hij dikwijls in Tulsa, in Oklahoma. Ja. Maar nu zit hij in Disneyland... althans in Orlando, en hij is op bezoek in Disneyland. En daar heeft hij vorige week ook gefilmd de lancering van de SpaceX. Oh ja. En dat filmpje heeft hij gestuurd. En we gaan nu misschien even laten zien, terwijl we met hem contact eerst leggen. Ja. Goed joh. Wat is het filmpje hoor? Ja. Het lijkt wel een komeet. Sterren. En daar zie je de splitsing aan, dat is het mooie. Separation. Oh daar, nu worden het twee puntjes. Oh ja. Eng eigenlijk, zo futuristisch. Ja, ik denk dat het naar beneden stort nu. Dat gaat ja, maar dat is de... Nee, het is de heenreis, hè? Is het niet de...
startraket. Ja, uiteindelijk wel. Spannende achtergrondgeluiden. Ja, en daar weer claim. Nou, dan gaan we bellen. Nou, hij is ook bezig met een boek over zijn vader ook, hè? Wat dat gaat sluiten. Ja, en met spellen ontwikkelen. Aan. Hij is heel actief. Hey. Ja. Sorry voor de lange wacht. Het ging bijna goed. Wacht even. Ja, nou zit hij goed. Ja. Ja. Oh, je hebt natuurlijk nou niet kunnen volgen ook, hè, het gesprek. Ja, ik heb het gevolgd, Paul. Oh ja. Heel indrukwekkend wat Jeroen allemaal. Ja. Ja, nu, ja, we hebben nu wat slechtere verbinding, heb ik het idee. Oké, ik hoop dat het goed blijft. Maar bedankt dat je Jeroen zo liet vertellen over dit monument. Ja, maar je bent nu... ja, we kunnen ook, natuurlijk ook daarop doorgaan. Maar jij bent nu in Disneyland, toch? Ja, klopt. We zijn een weekje in Florida. We waren hier voor een boardgame conventie, spelletjes te spelen. En tegelijkertijd, omdat het dicht bij Disney is, zijn we ook naar Disney gegaan. En ik wist dat die raket de lucht inging. En wij konden dat niet van thuis filmen. We waren niet op dat moment al daar. We liepen in Disney en we liepen een winkel uit. En op dat moment ging die raket omhoog. Oh, ja. Dus en dat was heel toevallig, Paul. Dat was echt ongeveer op de seconde. We liepen die winkel uit en iedereen keek de lucht in. De raket omhoog. Ja, en jij kon meteen filmen ook met je telefoon. Ja, ja. En wat je inderdaad zag, dat was de separatie, de splitsing van de aandrijfraket en de capsule. Dus ik had nog nooit gezien hoe dat ding losgekoppeld werd. Ik heb wel eens die raket de lucht in zien gaan met zo'n vuurbal. Yeah. Maar dat loskoppelen, dan zie je opeens een enorme hoeveelheid licht in een donkere nacht. En dan zie je die aandrijfraket aarde en de capsule doorgaan de ruimte in. Ja. Ja, we hebben nu een beetje, ik zit ook nog een beetje aan Jeroen te denken en aan het namenmonument ondertussen. Terwijl we nu naar Disney kijken, maar tenminste naar jou, maar op de achtergrond Disney. Maar ja, zo is het nog eenmaal. Hoe lang blijf je daar nog? Nog één dag. Morgen gaan. En ja, om met je te delen, en het linkt toch weer met Jeroen, met het hele verhaal van het monument. Want ja, inderdaad, Disney is een groot contrast. Dat spel, die beurs die we speelden, je hebt een aantal weken terug Marcel, de knul die een bordspel van de Tweede Wereldoorlog maakte in Nederland. Dus hij is daarin geslaagd om te krijgen voor de Nederlandse versie. Nu gaat hij binnenkort de internationale versie van dat spel maken. Oh ja. En probeert daar geld voor te krijgen. Dus op die conventie heb ik ook aan iedereen die het kon verteld dat hij daarmee bezig is. Zodat de Amerikanen daar steun aan kunnen geven. Want je was daar beroepsmatig eigenlijk? Nee, gewoon voor de lol. Oh. Ik te lief een familiespelletje spelen. Betrokkenheid. Dus dat was in feite het enige wat we daar deden, Paul. Het is alleen als dan iemand geïnteresseerd was. Want dat had ik Marcel, de knul uit Nederland die het spel maakt, beloofd. Hey, als ik mensen zie. Want weet je, je maakt de mensen bewust van de geschiedenis. En de Amerikanen die zijn ontzettend in de geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog. Dus op die manier proberen we de steun voor Marcel te krijgen, dat zijn internationale funding gaat lukken. Zodat het spel ook internationaal kan uitgebracht worden. Maar dus het is een vriendendienst aan Marcel. Ja. Maar misschien moeten we daar dan nog een keer op terugkomen, Jan. Als je weer terug bent, hebben we ook weer een betere verbinding. En dan, dan hebben we ook meer de tijd om daar nog een keer op terug te komen. Daardoor gewoon een prettige dag dan. Oh, nog één ding, Paul, als ik mag zeggen. Terugkomend op de raket. Die raket die is dus met personen, wat ze dan noemen, citizens. Hoe noem je dat? Dus geen professionele. Nee, maar gewoon de burgers. Geweest, gewoon de burgers. Ja. Nou heeft zo'n biljonair waarschijnlijk 200 miljoen neergelegd voor deze capsule. Om dit te mogen vliegen. Ja.
En het geld, ze doen dit voor de fundraising, geld binnen te halen voor St. Jude's, een hospital voor kankeronderzoek, voor kinderen. Oh. Dus het lijkt heel vreemd dat je als biljonair daar ongeveer 200 miljoen in stopt om te mogen vliegen. Maar het is dus ook weer met een hele goede reden gedaan, zodat dit kankeronderzoek gesteund wordt. Ja, en hoeveel mensen zaten er in? Twee? Of, vier. Oh ja. En zou jij het ook doen als je geld had? Nog niet het geld ervoor. Nee, maar als je het had... Uitruiseer. Oh, wauw. Oh. Wat is dat? Ja, een mooie trein. Dat is de... Wat is het? Monorail. De monorail, ja. Ik hoop dat je het ziet. Ja, hij gaat niet zo hard alleen. Nee, hij moet hier zo stoppen voor het station. Oh ja. Nou Jan, dan komen we gauw een keer bij je terug. Ja. En dan hebben we de tijd weer. En hartstikke bedankt. Nogmaals, het contrast is groot met het monument. Maar zo hartelijk dank. Hè. Het feit dat ik ook leef. Mijn vader was in 2 dagen in de Tweede Wereldoorlog. Had hij het niet gehaald. Hij zat in een van de kampen. Dus je bent zo met de Tweede Wereldoorlog wel bezig. En met een dankbaarheid dat mensen ons bevrijd hebben. Ja, ja dat ook. Ja. Ja. Wat had jij nog dan? Eén vraag over de toestand qua corona in Florida is. Want het is heel slecht. Het is een slechte spot. Ik heb mijn masker wanneer je binnengaat. Maar voor de rest, je ziet de mensen lopen hier allemaal weer rond. In Florida heb je een Republikeinse senator. Die moeten niks van hebben natuurlijk. Dus Florida blijft een beetje losgeslagen. Maar het is een verhaal apart, Florida. Dus het is nog steeds niet goed, Dami. Nee. Bedankt. Nou, tot de volgende keer dan, hè? Jan? Ja, en sorry voor een of andere slechte verbinding. Bedankt, jongens. Ja, daar kan je niks aan doen. Programma. Ja, dag. Oké. Dag. Doei. Dag. Nou, het is een enerverende uitzending. Het is weer een ander soort uitzending dan normaal. Maar... we komen nu weer terug volgende week woensdag, hè? Ja. Is het goed? We gaan niet afronden. Want nog er waren niet. Nog wat foto's. Ik dacht nog een klein filmpje gestuurd door Elger van der Meer. Oh, maar ik heb wel zin om af te ronden. Ja, we gaan het wel afronden. Oh. We gaan even wat landen. Nu. Maar wat voor filmpje dan? Die heeft hij gestuurd en die staat klaar. Oh. Moet ik de foto's laten zien eerst? Laat je de foto's naar die, ja. Zijn foto's van zijn reis langs stations in het voormalige Oost-Duitsland. Schwebebahn, Leipzig of niet? Ja. En dit is wel een grappig station volgens mij. Hè, ik heb er helemaal geen aandacht meer voor. Nee, ik wel. Anders gaan jullie nog door, dan ga ik weg. Het is afronden, Paul. Nee, maar ik heb geen zin meer. Dat hebben we het nu al gehad. En er was een filmpje ook? Ja. Daar laat ik het filmpje wel zien. Ja.
overgang van een zware uitzending, dacht we landen op een hele zachte manier terug naar de realiteit. Naar mooie beelden, verstilde beelden van stationnetjes. En van, ik vind het op zich altijd fascinerend, zo'n trein die helemaal gebouwd is op een schuine helling die zo... Ik weet niet, ze heeft een naam, ik moet even kijken hoe die naam, hoe dat nu heet. Een Schwebebaan heet het. Oh ja. Schwebebaan. Nou, zou ik Beethoven maar aanzetten? Ja, dat... en we zijn volgende week woensdag weer terug. En met een geheel nieuwe uitzending, met nieuwe acteurenzaken, nieuwe verhalen, interessante mensen. En misschien ook eens een keer een onder elkaar uitzending houden. Ja, voor de kijkers ja. Van Betty Assas. Misschien wel volgende week vrijdag. Oh ja. Dit was het. Bedankt voor uw aandacht. En tot volgende keer. Dag. Nu moet de muziek. Oh, daar gaat hij hoor.